Dan kom ik bij het volgende agendapunt, het vaststellen van de agenda. In ieder geval hebben we voor punt 10. De Vriendenstraat hebben ze drie insprekers gemeld. En eigenlijk wil ik die naar voren halen. Ik wil punt 10 ruilen met punt 7. Dus punt 7 wordt dan de Friese Straat en punt 10 wordt de APV. Kunnen jullie je daarin vinden? Ik neem aan dat we daarmee akkoord gaan. Nou, dit gezien uiteraard de insprekers en de geïnteresseerden thuis, want dat is de hoofdact, zal ik maar zeggen. En dan kom ik bij het volgende punt, dat is het inspreekrecht. Daar was niemand voor. Het vragenuurtje hebben we ook niemand voor, hè? Het vragenuurtje. Heeft iemand zich gemeld voor het vragenuurtje? Ja, want... de twee vragen. Ja. Jawel, voorzitter. Ja, ik kom eraan. Ogenblikje, ik krijg ze aangereikt. Ja, we hebben twee vragen. Dus Lavis heeft een vraag en Consap heeft een vraag, denk ik. Ja. 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 Goed, ik kom even bij Lars Hoedemaker. Die heeft een vraag gesteld en die geef ik nu de gelegenheid. Dankjewel, voorzitter. Verschillende dorpen hebben voor dit seizoen initiatief genomen om de eikenprocessierups op een natuurlijke manier te bestrijden. In afstemming met en vaak met financiële ondersteuning van de gemeente. Zo hebben vrijwilligers bloembollen geplant en bloemzaad gezaaid om insecten te lokken en tientallen nestkasten opgehangen om mezen aan te trekken. Doel is dat de mezenpopulatie uitbreidt en dat de jonge vogels de rupsen opeten. De methode heeft in eerdere jaren op diverse plekken in Drenthe bewezen effectief te zijn. Maar afgelopen week bleek dat de gemeente ter bestrijding van de eikenprocessierups een biologisch bacteriepreparaat in de bomen heeft gespoten. Dit op dezelfde plekken waar ook de lokale initiatieven actief zijn. De aankondiging van deze actie bestond in een melding op de gemeentelijke pagina in de Koevoorde Krant, daags voordat er begonnen werd. De bestrijding met het preparaat leidt tot veel beroering in de dorpen en de actie lijkt de lokale initiatieven te doorkruisen. Ik wil in eerste instantie een aantal vragen stellen over het preparaat wat er gebruikt wordt en daarna de relatie leggen met de dorpen. Ik vraag me af van wat is de werkzame stof in dit preparaat? En zal ik alle vragen achter elkaar stellen? Ik versta je niet. Je hebt je eigen... Dat spijt me zeer. Sorry. De wethouder heeft kennis genomen van deze vragen. Dus de antwoorden zijn voorbereid. Dus stel alle vragen maar. Want hij kan ook alle antwoorden achter elkaar oplezen, denk ik. Oké, is goed. Ik vraag me af wat de werkzame stof is van dit preparaat. Of hoe het preparaat heet. Wat het doet met de rupsen en wat het doet met de overige flora en fauna. Wat doet het middel met de mezen en de vleermuizen die de met het preparaat besmette eikenprocessierupsen opeten? En vervolgens vraag ik me af of de wethouder op de hoogte is van die initiatieven in die dorpen. Of hij met de lokale initiatiefgroepen of de dorpsverenigingen overlegd heeft over de bestrijding van de eikenprocessierups met het bacteriepreparaat en graag een toelichting daarop. En ik vraag me af hoe de gemeentelijke actie zich verhoudt tot het lokale initiatief en of hij bereid is om naar aanleiding van de commotie die ontstaan is de bestrijding met het preparaat zou willen opschorten of willen beëindigen op plekken waar het lokale initiatief dat nodig achten. Tot zover. Dankjewel. Ik heb in het begin verzuimd te vragen of de portefeuillehouders aanwezig zijn, maar ik neem van wel. Jeroen Huizing, portefeuillehouder, zou je daar de antwoord op kunnen geven? Ja, dan wordt het nu een spannend moment, voorzitter, of ik te horen ben. Je bent te horen. Voor mij. Ik hoor mijzelf al terug, dus dat zit goed. En of hij bereid is om naar aanleiding van... Nou hoor ik nog ergens de laatste vraag van Lars. Kijk. Laat ik beginnen met, we hebben de afgelopen jaren hebben we behoorlijk wat overlast gehad natuurlijk van die eikenprocessierups. Met als voorlopig dieptepunt afgelopen jaar, waarin we ondanks enorme inzet, enorme financiële uitgaven ook,
hebben gezien dat er nog veel overlast werd ervaren. Dan kun je jezelf natuurlijk altijd de vraag gaan stellen van moet je überhaupt wat gaan doen aan aanvullende bestrijding, of moet je zeggen van we laten gewoon het natuurlijke proces in gang gaan. Volgens mij moet je dat sowieso niet doen. Niet doen is ook geen optie. En sterker nog, je moet ook aan de zorgplichten voldoen. En wij zien dat steeds meer op steeds meer plekken in de gemeente mensen gewoon zelf aan de slag gaan en van alles doen om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups meer kans te geven. Zodat we inderdaad op weg gaan naar naar meer natuurlijke vijanden en een beter natuurlijk evenwicht. Wat we ook hebben gezien is dat wij eigenlijk al een aantal jaren een preventieve bestrijding doen met een middel. Dat was de afgelopen jaren waren dat vooral nematoden, oftewel de aaltjes. Daarvan hebben wij in 2018 en in 2019 gezien dat de werking eigenlijk veel en veel minder was dan we de jaren daarvoor gewend waren. Het zal ook deels te maken hebben met de omstandigheden. En die aaltjes zijn ook erg gevoelig voor die omstandigheden. Dus de effecten waren wat minder. We hebben voor dit jaar gezegd, van wij gaan, omdat vorig jaar de overlast zo enorm was, moeten we gewoon dit jaar preventief wat gaan doen. Dat hebben we gedaan met inderdaad een middel Xentari. Het is geen chemisch middel. Dus er zit een werkzame stof zit er niet in. Maar het werkt op basis van bacteriën. En dat middel hebben we nu toegepast. En het werkt in principe net zo min selectief als aaltjes dat zijn. Oftewel, het maakt geen onderscheid tussen de rups van een eikenprocessierups of een ander. Maar het is iets langer werkzaam. En het werkt op zich ook op een andere manier. Dit middel hecht zich aan de bomen. En, voorzitter, ik hoor toch. Iemand heeft zijn microfoon nog aanstaan. Het leidt mij in ieder geval erg af, alle achtergrondgeluiden. Ik weet niet hoe dat erin zit. Zullen anderen even de microfoon uitzetten als de wethouder gehoord is? Ga je gang, Jeroen. Volgens mij is het onze voorzitter van de Rekenkamercommissie, want die krijg ik in ieder geval steeds tussendoor in beeld. Wat je merkte is dat dit middel, dat hecht zich aan de bomen, de rups, eet het op en vervolgens doet de bacterie doet zijn werk. Nou, dat effect dat richt zich uitsluitend op de rups die het eet. Het risico voor andere dieren, voor bomen, planten, bodemleven, daarvan is, het middel bestaat al heel lang, maar is gezegd, daar heeft het geen invloed op. Ook dus niet op mezen en vleermuizen die een eventueel besmette rups gaan opeten. Maar wat wij in ieder geval wel hebben gezegd, wij passen het sowieso heel erg, of we zijn heel erg zorgvuldig met de toepassing. We passen het bijvoorbeeld niet toe op plekken waar door de Vlinderstichting al is geconstateerd dat daar bijvoorbeeld beschermde rupsen zitten. Of waar het om andere reden beter is om daar het middel nou niet te gaan toepassen. De dorpsinitiatieven, daarvan gaf de heer Hoedemaker al aan, dat zijn er veel. Gelukkig zijn er inderdaad heel erg veel. Ik pretendeer niet dat wij ze allemaal kennen, maar er zijn er veel die ook met ons contact hebben opgenomen. Er zijn er inderdaad bij die wij ook ondersteunen. En in de ideale situatie zouden wij volgens mij daar over een paar jaar voldoende aan hebben aan die natuurlijke vijanden. Zover zijn we nog niet. Dus wij zien juist dat deze preventieve bestrijding, dat die ondersteunend is aan al die andere activiteiten die ook plaatsvinden. Dat we ervoor gaan zorgen dat de rupsen die nog wel deze preventieve bestrijding doorstaan, dat we die ook op een veel betere manier met die natuurlijke vijanden kunnen bestrijden, zolang dat er nog niet voldoende zijn om het hele biologische evenwicht te bewaren. En normaal gesproken was het de bedoeling geweest om daar in een wat vroeger stadium al overleg over te hebben. Er zijn alleen twee factoren die dat een beetje gedwarsboomd hebben. De eerste was de
hoge uitgaven die we hadden, die maakten dat wij niet meer gewoon konden gaan aanbesteden, maar het Europees moesten gaan doen. En het is normaal gesproken uiteraard de bedoeling dat degene die dan vervolgens aan de slag gaat, dat die het beste ook de contacten kan leggen met de verschillende dorpsinitiatieven. Nou, daar, die vraag hebben wij ook gesteld om dat te gaan doen. Alleen pas in een heel laat stadium hebben wij kunnen aanbesteden of hebben we kunnen gunnen. Toen was de tijd was al heel erg kort en daar kwam bij dat ook de eitjes al heel vroeg uitkwamen. Waardoor we eigenlijk een beetje in de klem zaten. Dus die goede communicatie met de dorpen die heeft helaas daardoor niet plaatsgevonden. Nou, volgens mij moet dat volgende keer moet dat gewoon beter. Want dan hadden we denk ik aan de voorkant de zorgen die begrijpelijk ontstaan in de dorpen hadden we gewoon weg kunnen nemen. Nogmaals, ik zie het echt als complementair. Aan de ene kant werken in de dorpen de initiatieven. Aan de andere kant doen wij ook vanuit onze wettelijke zorgplicht die wij ook hebben, doen wij er ook alles aan om te voorkomen dat er weer zo'n overlast of misschien nog erger dan vorig jaar gaat ontstaan. En het was beter geweest als we dat in een eerder stadium ook gewoon al met elkaar hadden kunnen delen en hadden een hoop zorg kunnen weghalen. En de laatste vraag was, bent u bereid te stoppen? En daar werd geloof ik nog aan gekoppeld op de plekken waar de lokale initiatieven actief zijn. Ja, onze zorgplicht werkt niet zo dat wij kunnen zeggen als het een lokaal initiatief is, dan gaan wij onze wettelijke zorgplicht aan de kant schuiven als het initiatief daarom vraagt. Wij hebben dit jaar geoordeeld dat het echt nodig is om preventief het een en ander te gaan doen. Dat is overigens nog maar een hele korte periode, want naar verwachting ergens eind volgende week dan zitten de larven in het zogenaamde vierde stadium en dan komen de brandhaartjes. En dan is deze manier van preventief bestrijden ook al wat niet meer aan de orde. Dus het is nog even heel kort. We hopen dat het effect heeft, van de volgende week weten we dat. En we hopen dat bewonersinitiatief op deze manier, ook mede dankzij deze vragen en de beantwoordingen, wat geruster gesteld zijn. En dat we volgens mij nog steeds met z'n allen bezig zijn om hetzelfde, en dat is namelijk die overlast te voorkomen. Dankjewel, meneer Huizing. En ik wil aan meneer Hoedemaker vragen of u tevreden is met de uitgebreide beantwoording. Ik heb nog wel een paar vragen, voorzitter. Ik begrijp van de wethouder dat hij in een volgend stadium wel in overleg gaat treden met de dorpsinitiatieven. Ik begrijp ook dat dit eigenlijk een eenmalige actie is die heel snel moet uitgevoerd worden en dat er niet dit jaar nog eens een keer een herhaalbeurt komt. Het heet Xentari, het middel. Ik heb er wat over opgezocht en er is nog weinig duidelijk over dat middel. Maar ik weet wel dat de Vogelsbescherming, de Vlinderstichting, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en wetenschappers van de Wageningen Universiteit het gebruik van het middel afraden. Aan de andere kant zie ik ook wel best wel dat de wethouder met de rug tegen de muur staat. Maar ik vraag wel of de wethouder eventueel in afstemming met het kenniscentrum Processierups dit wel wil evalueren. Dus aan de ene kant evalueren het gebruik überhaupt van Xentari. Aan de andere kant volgend jaar in een vroegtijdig stadium in contact treden met de dorpsinitiatieven. Want ja, die voelen zich echt nu een beetje in de wielen gereden. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Ik bedoel, op het moment dat het voedsel voor de processie, voor de mezen die ze gekweekt hebben, er niet is, zullen de mezen of doodgaan of niet meer verschijnen. Meneer Huizing, heeft u hier nog een antwoord op? Ja, zeker. Want volgens mij halen we nu twee middelen door elkaar. Er is recent is er een middel gekomen waar inderdaad al die stichtingen die u opnoemt tegen ageren. Omdat ze aangeven, ja, wacht even, het is een misschien wel veel zwaarder middel en we weten de effecten niet. Xentari is juist een middel wat ook bij de Vlinderstichting bijvoorbeeld al heel lang bekend is. En waarvan alles al mee wordt gedaan. En daar kan ik, heb daar tal van voorbeelden van wat daarmee gebeurt. En uiteraard is het beste om zo weinig mogelijk te doen. En dat geldt niet alleen voor Xentari, maar dat geldt ook voor nematoden. Omdat ze gewoon niet selectief werken en dus iedere rups aanvallen of aanpakken en doden.
Het kenniscentrum Eikenprocessie Rups, ja, uiteraard, maar daar hebben we juist hele goede contacten hebben we daarmee. En daar wordt heel veel afstemming mee gezocht. Dankjewel, meneer Huizing. Voldoende zo beantwoord moet maken. Nee, is de wethouder ook bereid om in het vervolg wel in contact te treden met die dorpen om in een vroeg stadium om daarover afstemming te hebben? Meneer Huizing, nog één. Om in een vroegtijdig stadium in ieder geval te informeren en met elkaar van gedachten te wisselen. Maar vanuit onze zorgplicht gezien kunnen wij het niet maken om nog een keer een plaag te krijgen van de omvang zoals die vorig jaar was. Of misschien nog erger dan dat als wij niks gaan doen. Dus ik wil de hoge verwachtingen, of ik wil al te hoge verwachtingen op dat punt dus meteen wel de kop indrukken. Het is niet zo dat wij, hoe mooi de initiatieven zijn en hoe gepassioneerd ze ook werken. Wij hebben gewoon ook een eigen zorgplicht hebben te doen. En daar proberen we inderdaad om dat zo te doen dat de lokale initiatieven daar zo weinig mogelijk last van hebben. Daar kunnen we met elkaar over in gesprek. Maar ik kan niet garanderen dat dat dus betekent dat we op alle plekken waar lokale initiatieven zijn, dat wij verder niets meer gaan doen. Want overleg daarover kun je volgens mij altijd aangaan. Dankjewel, wethouder. Hoe te maken, is het zo voldoende, neem ik aan? Ja hoor, dankjewel. Oké, dan maken we hier een eind aan. Dan gaan we verder met de volgende vragen stellen. Er is nog een vraag ingediend door Ton Soppen van BBC. En die wil ik graag het woord geven. Ja, dankjewel, voorzitter. Hopelijk ben ik ook te verstaan nu. Voor mij wel. Onze fractie heeft een aantal vragen naar aanleiding van de ingezonden brief door de familie Eikens met betrekking tot het bedrijf HDF Recycling. De familie Eikens, woordvoerder namens de omwonenden, is nogal verontwaardigd over de communicatie betreffende de problematiek rond HDF Recycling. Eind januari is er een bezoek gebracht door de wethouder en de RUD aan de familie Eikens. En blijkbaar is de situatie dermate ernstig dat er al de volgende dag actie werd ondernomen door het plaatsen van meetapparatuur. Dat impliceert dat de kwestie serieus genomen wordt. Maar blijkbaar voelen de omwonenden dit niet gezien de brief die aan alle raadsleden is gestuurd. En mijn vragen naar de portefeuillehouder zijn de volgende. De wethouder heeft aangegeven, nadat hij daar geweest is, zelf polshoogte heeft genomen, dat de overlast binnen afzienbare tijd moet stoppen. We zijn nu 3,5 maand verder. Kan de wethouder aangeven wanneer de bewoners een oplossing kunnen verwachten? Mijn tweede vraag is, wordt er nog gemeten? En zo nee, als er niet meer gemeten wordt, wanneer kunnen de bewoners dan de uitslag van de metingen verwachten? En mijn laatste vraag is, hoe kijkt de portefeuillehouder terug op de communicatie tot zover gelopen met de woordvoerder van de omwonenden? Meneer Huizing, ik geef u graag het woord. Maar misschien moet ik even inbreken op dit punt, voorzitter. Ja. Als burgemeester moet ik vaststellen dat een maand geleden de portefeuilleverdeling in het college ertoe heeft geleid dat ondergetekende verantwoordelijk is voor de handhaving. Dus ook voor dit dossier volgens mij. Is uitstekend. U wil graag antwoorden. Ik zou zeggen uit de gang. Dat zou ik ook zeggen. U heeft gelijk ook. Ja, het is nog maar kort inderdaad de verantwoordelijkheid voor het dossier handhaving, maar ik heb me daar wel inmiddels in kunnen verdiepen. En via de wijk- en dorpronde was ik natuurlijk ook al wel geïnformeerd over de overlast die onder wordt van dit bedrijf, wat maar nog amper 2 jaar in de zich bevindt. Er zijn de laatste maanden, zoals al werd gesuggereerd door de heer Huizing als wethouder, behoorlijk stappen gezet om verschillende controles ook uit te voeren en die voor een deel ook al waren uitgevoerd en waar nu sancties op zijn aan volgen. Er zijn een aantal milieuovertredingen waargenomen, dus de waarneming vanuit de familie, vanuit de woordvoerder en de betrokken bewoners, omwonenden, die zijn helder, zijn ook onderbouwd. Er is dus een proces verbaal opgemaakt. Er lopen inmiddels ook 2-tal opgelegde dwangsommen, dat zal binnenkort worden ingevorderd. Dus
kort en goed, de handhaving zit hier toch dicht bovenop. Nou, ik dat de zorg uitgaat van wanneer horen we dan precies daar over wat. Ik heb begrepen dat de eerste meetonderzoek is afgerond. En dat binnenkort de definitieve uitslag mag worden verwacht. Als die uitslag er is, dan zal natuurlijk ook primair even met de bewoners gecommuniceerd worden. Ik vrees dat als het gaat om de laatste vraag van de heer Soppen, hoe is de communicatie beleefd? Hier de spelbreker toch echt ook wel gedurende die laatste 3,5 maand, waar het dan nu even concreet over gaat. De coronacrisis is geweest, wat heeft betekend dat de voorziene integrale controle, dus met alle handhavingspartners erbij, er speelt ook het nodige op het gebied van de waterkwaliteitswetgeving. Andere partijen die hier aan de orde zijn, die integrale controle konden natuurlijk niet zoals voorzien plaatsvinden. Dus dat is nu opgesplitst geworden. En daarmee heeft ook de rapportage wat langere tijd op zich laten wachten. Ik denk dat wij natuurlijk die communicatie proactief zullen oppakken. Ik heb daarover ook inmiddels met de mensen van handhaving gesproken. Dat we hier sterk de regie ook als gemeente op zullen willen hebben. En snel duidelijkheid ook geven aan het bedrijf wat we van hen verlangen, zodat ze inderdaad spoedig orde op zaken hebben gesteld. Waarbij wat mij betreft ook geen mogelijke drukmiddel uitgesloten is. Nu ik zie wat de voorgeschiedenis is, dat er een aantal dwangsommen al zijn verbeurd, verklaard en ook een procesverbaal van de meest recente bevinding is opgemaakt. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat we ook richting de omwonenden binnenkort wel perspectief kunnen bieden op een betere handhaving van de milieumaatregelen door het bedrijf. Dank u wel, meneer Bouwmeester, voor de beantwoording. Meneer Soppen, wilt u nog een vervolgvraag of vindt u tevreden met dit antwoord? Nou ja, in principe tevreden met antwoord. Ik ga ervan uit dat de bewoners of de omwonenden en met name de familie Eikens als woordvoerder, dat die toch bij elke stap, vervolgstap wat er nu, dat zij meegenomen wordt en ook dat zij direct op de hoogte gehouden worden als de uitslag van de metingen er is. Want het gaat niet alleen om de houtstofoverlast, maar het gaat ook, het kan ook een gevaar voor de volksgezondheid zijn. En dat is denk ik ook een punt die meegenomen moet worden. Maar voor de rest prima zo. Goed, een constatering. Geen vragen meer. Fijn, dan kunnen we naar het volgende agendapunt gaan, denk ik. Meer vragen waren niet binnengekomen. Dan komen we bij agendapunt 6. Het raadsvoorstel afdoening ingekomen stukken. Alle commissieleden die was afgesproken zouden van tevoren vragen die ze over die stukken hadden die ter afdoening zijn indienen en dan zou die beantwoord worden. Die zijn ook beantwoord en die zijn gepubliceerd op IBAPS. Ik wil eigenlijk niet nu per brief langsgaan, 1, 2 enzovoorts, maar ik wil in één keer vragen of er nog iets is blijven liggen van 6A1 tot en met 6A20. En wie daar nog iets over heeft, die kan zich melden nu. Voorzitter, ik zou graag nog brief A6A2. Goed. Die heb ik schriftelijk ingediend, maar is niet beantwoord. Dan is dat vast blijven liggen en dan heeft u nu de gelegenheid om alsnog die vraag daarover te stellen. Oké, gaat om de brief proces proeftuin aardgasvrij dalen. Oh ja. In de brief is verwoord dat realisatie van het plan nodig is om te voldoen aan de doelstelling van het bestuursprogramma. Mocht de subsidie niet worden toegekend, neemt dan de gemeente de extra kosten voor haar rekening? Of wordt het plan gewijzigd en in welke vorm? Dat is mijn vraag. Goed, dankjewel. Ik denk, meneer Huizing, dat hij deze vraag kan beantwoorden. Ja, dat klopt, voorzitter. Vervelend overigens dat deze beantwoording niet bij jullie terecht is gekomen. Maar ik heb hem hier wel, dus ik kan hem gewoon nu even delen. De insteek is inderdaad, we hebben een subsidie aangevraagd. En
wat het bedrag wat wij aanvragen daar bij het Rijk is eigenlijk een subsidie voor de onrendabele top. En in het plan willen wij de inwoners tegemoetkomen met een subsidie voor die onrendabele top om hun huis aardgasvrij te maken. Nou, wij geven in het bestuursprogramma al aan dat we in 2021 willen zijn gestart met een pilot voor een energie-neutraal dorp. Nou, daar gaat dit project gaat daar ook over. En nou ja, wij willen dus, we hebben ook gezien het grote enthousiasme wat er is in Dalen. Menen wij dat we gewoon eigenlijk hoe dan ook hier wel verder stappen in moeten willen zetten met z'n allen. We gaan er uiteraard vanuit dat wij de subsidie wel toegekend krijgen. Mocht dat niet gebeuren, dan moeten we gewoon met alle partijen in gesprek over wat dat dan betekent voor het project. En dat zal wat mij betreft met als doel hebben om het gewoon alsnog uitgevoerd te krijgen. En wat dat dan precies betekent, of we misschien de onrendabele top, nou ja, of de grens daarvoor wat hoger gaan leggen, of er we op zoek gaan naar alternatieve vormen van financiering. Dat is allemaal nog niet bekend, dat moeten we allemaal nog bekijken. Maar de intentie is er om ook zonder toekenning van de subsidie met elkaar dan maar in gesprek te gaan over hoe we het alsnog kunnen gaan uitvoeren. Dank u wel, meneer Huizing. Meneer Mulder, tevreden met het antwoord? Ja, dank u wel, voorzitter. Oké, okay. Waren er verder nog zaken blijven liggen? Ik zou graag een grote statement willen maken met zijn 6 uit 3, voorzitter. In je oude boom, hè? Ja. In de oude boom, gaat de gang dan. Ja, de VVD-fractie vindt het een goed plan om verder onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de Neder-Saxenrijn. We denken dat voor onze gemeente en de regio goede bereikbaarheid ook vooral economische kansen biedt. Dank u wel. Goed. Dat is een conclusie, geen vraag, neem ik aan. Hè? Ja. Nee, dat was een statement van ons. Ja, statement. Ja, dank je wel. Dankjewel. Hier heb ik een korte aanvullende vraag op. Oké, meneer Nijenbanning. Ja. Ja. Een vraag aan de portefeuillehouder. Duidelijk, zoals u de antwoorden omschreven heeft. Ik heb een korte vraag nog. Is er ook een indicatie wanneer het inzichtelijk zou moeten zijn, wanneer een soort planning, wanneer deze zaken dan op tafel komen? Meneer Huizing, denk ik. Ja, klopt, voorzitter. Ja, nee, ik durf hem nog niet te geven. En dat heeft er ook mee te maken dat dit uiteraard iets is met een heleboel partijen die allemaal gewoon de neus in dezelfde kant moeten of op moeten hebben. Lijken we nu met z'n allen wel te hebben. En dan, nou ja, iedereen wil graag de volgende stap maken. Dus ik verwacht niet dat het eindeloos blijft liggen. Maar die duidelijkheid hebben we op dit moment nog niet. En richting VVD bedankt voor de ondersteuning en juist ook die voordelen die daar genoemd worden, dat zijn juist de punten die voor ons ook heel zwaar wegen om vooral te gaan zeggen, ja, dit moeten we echt met z'n allen willen. Dank u wel, meneer Huizing. Voldoende, meneer Nijenbanning. Ja, dank u wel en ook succes met het project. Ja, de wethouder hoort dat. Verder nog opmerkingen of vragen? Ja, voorzitter. Ja, zegt u maar. Ja. Voorzitter, dank u wel. Even naar aanleiding van 6.11, tegenmacht digitale democratie. De lobby lokaal geeft een aantal aandachtspunten en tips om de inspraak en bijdrage van inwoners ook in de coronatijd volwaardig te laten zijn. We gaan dat vanavond voor het eerst meemaken. Maar ik vraag wel aandacht voor het volgende. We hebben een verzoek gekregen van de Griffie om in onze beleving technische vragen vooraf aan te leveren. Ik heb ook begrepen dat er inhoudelijke vragen zijn gesteld in het kader van de lokale democratie, vraag ik wel hoe wij gaan zorgen dat het publiek die de inhoud van die stukken niet kent en de antwoorden ook niet, daar gewag van kunnen maken. Dus hoe kunnen ze er kennis van nemen? De publicering op er is. Oké, ik hoor net, word net ingefluisterd, meneer Stoker, dat die gepubliceerd worden op het RIS. Voor iedereen inzichtelijk. Oké. Verder nog meldingen, wat gaat de brieven 6A1 tot 6A20, zo niet. Dan gaan we verder met 6B1 en 6B2. Ook geen reacties op, denk ik. Ja. Niemand? Ja? Niemand? Nee. Voorzitter. Ja, wie is dat? Meneer Stoker? Nee.
Niemand meldt zich? Oké. Okay. Vindt u goed dat we verder gaan met het volgende agendapunt dan? Ja. Agendapunt 7 gaan we. En we hebben afgesproken 6. 6 was het raadsvoorstel afdoening ingekomen stukken. Dus we krijgen nu punt 7. En dat hadden we geruild met punt 10. Dus we gaan nu behandelen de Friese straat autoverkeer, het onderwerp. Ik had even de volgende handeling daar in het hoofd. En ik denk dat dat wel goed is. In de eerste plaats wil ik zo meteen de insprekers aan het woord laten. En daarna, ten tweede, kunnen de commissieleden vragen stellen aan de insprekers. Dus ik wil eerst de insprekers achter elkaar laten spreken. En dan de commissieleden kunnen dan aan alle insprekers vragen stellen. Dus bundelt u de vragen even en als u vragen gaat stellen, zegt u dan even aan wie de vraag, voor wie de vraag bestemd is. Daarna gaan we een algemene vragenrondje van de commissie doen. Misschien ook vragen aan de wethouder. En dan ten vierde zullen we het stuk ter bespreking stellen. Gedurende de hele tijd blijven de insprekers aan tafel zitten. In dit geval een beetje figuurlijk, maar dat is nou eenmaal zo. We hebben 4 insprekers. Dat is meneer Herman D. Sesne, centrummanager Koevoorde. We hebben de heer Roland Hup, ondernemer van de HEMA in Hogeveen. Die spreekt ook in als ondernemer. We hebben mevrouw Helga van der Heijden namens het café Het Geveltje in Koevoorde. En we hebben 1 schriftelijke aanvraag gehad om in te spreken. Dat is mevrouw Anna Doornbos. Maar die is zelf verhinderd. Dus ik zal haar tekst voorlezen straks als laatste. Dan wil ik vragen aan de heer Herman D. Jesne, centrummanager Koevoorde, of hij van zijn beurt, van zijn spreekbeurt gebruik wil maken. U heeft 5 minuten de tijd om uw verhaal te doen bij deze. Dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat ik te verstaan ben. Ik heb de microfoon weer aangezet. Voor mij bent u te verstaan, dus ik neem aan voor de anderen ook. Prima, hartstikke goed. Goedenavond allemaal, commissieleden. Mijn naam is, zoals gezegd, Herman de Sjerne. Ik ben sinds 1 januari de centrummanager hier in Koevoorde. En ik vertegenwoordig de stichting Centrum Management hier vanavond. Voordat ik startte met deze leuke job, begin dit jaar, heb ik vele jaren in dienst van Ahold de vastgoedbelangen van Albert Heijn in het noorden van het land behartigd. En vanuit die functie kende ik ook de stad Koevoorde al goed. Naast dat ik centrummanager ben in Koevoorde, ben ik dat ook in Bijlen. Als opvolger van Misha de Gier begin dit jaar ben ik op de rijdende trein van het programmateam Binnenstad gesprongen. En zoals u waarschijnlijk weet behelst dat programma Binnenstad onder andere het terugdringen van de leegstand door de winkelstraten opnieuw te positioneren en het recreatieve winkelgebied te concentreren rond de markt. Het nu voorliggende collegevoorstel past precies bij het verwezenlijken van die doelstelling. Op de markt in Koevoorde ligt het hart van de winkelstad, als een soort huiskamer. En het noordelijke deel van de Friese straat kan vanaf het station gezien worden als een hal of een gang naar die huiskamer toe. En die ontvangsthal, die de Friese straat nu is op dat deel, die is op dit moment niet aantrekkelijk. Er is sprake van heel veel leegstand in dat deel. De gemeente gaat in de komende tijd fors investeren in een nieuwe vloer in de winkelstraten en ook in dat deel van de Friese straat. Echter, door te investeren in het openbaar gebied gaat de leegstand niet vanzelf in dat deel opgelost worden. Daar moet veel meer voor gaan gebeuren. En de gemeente kan ervoor kiezen om het centrum compacter te maken en dat deel van de winkelstraat, van de Friese straat, te transformeren van winkels naar bijvoorbeeld wonen. Maar daarmee wordt de ontvangsthal en de gang naar die huiskamer waar ik het net over had, die wordt dan veel minder aantrekkelijk voor bezoekers, met name vanaf het station. Bezoekers lopen dan niet meer door een winkelgebied, maar die lopen eerst door een woonstraat. En voor de beleving van het winkelgebied is dat echt ongewenst. Een veel betere oplossing is om dat deel van de binnenstad een ander type winkelgebied te geven. En door het weer toelaten van auto's in dat deel van de binnenstad wordt een ander economisch vestigingsklimaat gecreëerd waar nieuwe en andere ondernemers zich kunnen vestigen.
Dus anders dan rondom de markt. Dus ik ben het in die zin ook eens met de conclusies van het recent uitgebrachte DTMP-rapport, waar ook in die stelling beschreven wordt. En u heeft dat rapport als commissieleden ook in bezit, heb ik gezien. Een tweede doelstelling van het programma Binnenstad is het vergroten van de eigenheid van Coevorden. Wij bouwen aan historie en stad van strijd, stad van verhalen, dat zijn kreten die daarop van toepassing zijn. En deze historische eigenheid kan vergroot worden door het toevoegen van diverse ambachtsbedrijven in de winkelstraten. En door het weer toelaten van auto's in dit deel van de Friese straat zullen deze en vooral ook andere bedrijven veel eerder geïnteresseerd zijn om zich daar te vestigen. Het deel van de Friese straat kan daarmee een onderscheidend en aantrekkelijk nieuw type bewinkeling krijgen. Als centrummanager heb ik veel contact met ondernemers in de binnenstad en ik probeer hen met name in deze coronatijd ook echt te ondersteunen. Uit deze contacten blijkt dat het grootste deel van de ondernemers in de binnenstad van Coevorden voor het toelaten van auto's in dat deel van de Friese straat zijn. Er zijn zelfs ondernemers die hun winkel zouden willen verplaatsen naar dat deel van de Friese straat als er weer auto's in mogen gaan rijden. En ook al hebben zich zelfs al nieuwe ondernemers gemeld die zich in dat deel willen vestigen als het autoverkeer weer toegelaten wordt. Maar omdat deze ondernemers nog geen besluiten genomen hebben, willen ze nog niet bekend worden en noem ik dus ook geen namen vanavond. Het grootste deel van de middenstand van Coevorden is dus voor dit collegevoorstel, kan ik stellen. En als ik spreek namens de Stichting Centrum Management Coevorden, vertegenwoordig ook ondernemers die nadelige invloeden vinden van dit toelaten van auto's. En met die ondernemers ben ik samen met de gemeente al in gesprek, of ga ik in gesprek, om tot goede oplossingen te komen. Ik begrijp ook dat sommige bewoners niet voor het collegevoorstel zijn, omdat ze bang zijn voor overlast van de auto's. Maar het wonen in een binnenstadstraat, die de verbinding vormt tussen het station en de markt, oftewel de huiskamer, betekent ook dat er altijd reuring is in zo'n straat. En die reuring zal door het autoverkeer wel iets toenemen. Maar dat is altijd nog beter dan een forse verpaupering door veel leegstand, met alle overlast die dat geeft. Dat het college het principe neemt om de auto als gast te laten zijn en daarbij alleen tijdens de winkelopeningsuren deze auto's toe te laten, dat vinden wij als stichting een prima tussenoplossing. En natuurlijk is het daarbij zo dat het aspect van verkeersveiligheid gewoon op orde moet zijn. Dat is logisch. Nou, ik sluit mijn betoog af. De stap voor een kleiner winkelgebied en een kleiner voetgangersgebied is heel juist om te werken aan de realisatie van de toekomstvisie Centrum Coevorden. Daarnaast wordt door het weer toelaten van auto's in dat deel van de Friese straat een ander economisch vestigingsklimaat gecreëerd, hetgeen de kans fors vergroot dat er nieuwe, ambachtelijke en nieuwe vernieuwende winkels zich gaan vestigen. De verwachting is dat ook de leegstand zal afnemen en dat door een andere type winkels de aantrekkelijkheid van de straat fors vergroot zal worden. Ik dank u wel voor uw aandacht. Ik dank u voor uw bijdrage. Ik wil vragen of Roeland Hup, ondernemer van de HEMA, aanwezig is. Want die zou nu het woord kunnen nemen. Heel graag, dank u wel. Ja, u heeft ook 5 minuten om uw verhaal te doen. Dus okay. Ga uw gang. Goedenavond, dames en heren. Meneer de voorzitter. Leden van de gemeenteraad van Coevorden. Allereerst wil ik mij voorstellen. Mijn naam is Roeland Hup. In het dagelijks leven franchise-ondernemer van de HEMA-formule, gevestigd in de Ganzenhof hier in Coevorden. En de HEMA in Hoogeveen en ook in Nieuw-Amsterdam. Graag wil ik hierbij van de gelegenheid gebruik maken om enkele woorden tot u te spreken met betrekking tot het onderwerp waarover u vanavond geïnformeerd wordt. De auto en het parkeren in de Friese straat. Alle stukken behoren bij dit onderwerp heeft u goed doorgenomen en ingelezen. Als ook de adviezen van Sweco, DTMP, BVA, de handtekeningenactie en de verschenen artikelen in de pers. Een beladen of geen beladen onderwerp, de terugkeer van de auto en het parkeren in de Friese straat. Hierbij wil ik graag mijn zienswijze aan u meegeven. Op oude foto's is te zien dat de oude auto's eerder in de stad en de Friese straat mochten en konden rijden. De toename van consumenten en de mobiliteit werd de druk en overlast groter en groter.
Op enig ogenblik is besloten de auto te weren. Parkeerterreinen aangelegd, de ganzenhof werd gebouwd en een mooi parkeerdek. Probleem opgelost. Toen. Maar de consument is aan het veranderen. Men wil sneller aankopen doen en het liefst voor de deur de auto parkeren. Kijkt u eens naar, ja toch, het EDS-terrein. Binnen 3 jaar moesten er extra parkeerplaatsen op verzoek van de supermarkteigenaren worden aangelegd om de stroomconsumenten netjes en goed te helpen. Heeft u hierover toen tegengestemd? Nu de raad van mij als ondernemer en ook zeker menig ondernemer, en ook de consumenten, onze bezoekers, wil het graag uitdragen. Auto terug en parkeren. Auto terug. Zo kan Coevorden aan de consument, bezoeker en toerist onze stad, straat en ons centrum beter laten zien. Dit hebben we te bieden. Met het openstellen nodig je de klanten, bezoeker en toeristen meer uit. Dit is nodig, kijkend naar het veranderde kooppatroon. Als stad moet je de klanten uitnodigen. Straks zeker met een opgeknapt stationsgebied en vernieuwde Friese straat heb je een prachtige entree. Met een juiste routeverwijzing kan de bezoeker een duidelijke keuze maken. Zo voorkom je sluipverkeer en zorg je met de juiste route en indeling van de straat dat er geen overlast is voor winkelend publiek. Fietser of welke vorm van vervoer dan ook. Dan het parkeren. Kort parkeren in de Friese straat. Waarom ik daar een voorstander van ben. De consument, onze klanten, willen heden ten dagen graag snel hun boodschappen doen. Kijk eens naar het online aankopen. U allen wel bekend. Vanuit de stoel bestellen en thuis laten bezorgen. Om dit fenomeen een halt toe te roepen, is het toch prachtig om de auto kort voor de winkeldeur te parkeren en snel de aankopen te doen. En dan thuis te genieten van de aankoop, van de maaltijd, de taart, noem maar op. En dit binnen een half uur, uit en thuis. En de parkeerplekken. Die blijven we daar hard nodig houden. Dat zie ik ook bij onze HEMA in Nieuw-Amsterdam. Sinds de consument voor onze HEMA daar kan parkeren, is de omzet gestegen en zijn alle panden aan de vaart bezet met nieuwe ondernemers en de bestaande ondernemers hebben hun zaken allemaal verbouwd. Kortom, voor zowel het openstellen voor de auto als voor het parkeren zijn dit impulsen die de stad nodig heeft voor een goed en positief ondernemersklimaat. Winkels en straten worden en moeten zichtbaar zijn. Als straat moeten we wel opboksen tegen de winkels die 200 meter hier vandaan liggen. Ook al hebben we een mooie voetgangerstunnel en zij volop parkeerruimte zonder een blauwe zone. Ik wens u veel wijsheid toe met uw besluitvorming. Maar geef ons als ondernemers de ruimte en deze kans om onze straat, ons centrum levendig te houden. Zeker ook bij een positief jaar dat men zich wil vestigen. Straks in het mooiste stukje van Coevorden. Dank voor uw aandacht. Dank u wel. Dank u wel, meneer Heb. Keurig, precies 5 minuten. Keurig gedaan. Ja. Dank u wel. Dan kom ik bij mevrouw Helga van der Heijden namens het café Het Geveltje in Coevorden. Is mevrouw Helga aanwezig? Ja, ik ben aanwezig. Ik ben aanwezig. Hoort u mij? Hallo? Hoort u mij ook? Ik wel. Oké. Okay. Ik ook wel. Oké. Okay. Ik ben Helge van der Heijden van Café Het Geveltje. En ik wil graag inspreken omdat het toestaan van autoverkeer in de Friese straat ten koste gaat van ons café. Het toestaan van autoverkeer is negatief voor onder andere ons terras. En onze klanten zullen dan niet lekker op straat zitten, of zitten dan bijna direct op straat. En ze kunnen dan niet even gezellig een borreltje drinken of wat eten bij ons. Door het lawaai en de uitlaatgassen die dan daar zullen zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan het vrachtverkeer dat bij ons de bocht moet nemen de schoolstraat in. En volgens het rapport van BVA moet er dan gebruik worden gemaakt van een groot deel van de ruimte en ook dus het loopruimte. Dus ik zie dat niet helemaal zitten hoe dat moet met ons terras.
Wij kunnen nu wat uitbouwen als er wat te doen is in de stad, als er wat georganiseerd wordt. Dan zie ik die mogelijkheid voor ons niet. Wij vallen dan buiten het winkelend gebied en zullen dan ook niet meer kunnen profiteren van de evenementen die door de activiteitencommissie ook namens ons worden georganiseerd. Ik denk dat het winkelend publiek ons dan minder snel opzoeken. Ook zie ik voor problemen met de ganzenmarkt. Want dan zetten wij er normaal gesproken een tent voor en ik zie dat niet helemaal zitten hoe dat dan gaat met, met de auto's die door de straat heen gaan. Er wordt steeds gesproken over de Friesestraat 15 meter is, maar bij ons is die volgens mij een stuk smaller. Volgens het rapport BVA, als ik het goed lees, zijn de straten bijvoorbeeld bij de Schoolstraat niet echt geschikt voor toename van de intensiteit in deze straten. Deze straten beschikken over een smalle ruimtelijke profiel en mede daarom niet geschikt voor afwikkeling van veel verkeer. Vooral het feit dat verreweg het grootste deel van de verkeersbewegingen geen enkele relatie hebben met de straat, maakt het gebruik ervan ongewenst. En nu is het plan om het autoverkeer zowel van de Friesestraat als de Bakkensteeg de Schoolstraat in te laten gaan. Volgens mijn beleving is de Bakkensteeg echt een steeg. En als het verkeer vanuit daar de hoek om zou moeten de Schoolstraat in naar Willemsingel, is er weinig zicht op het fietsend en wandelend publiek wat daar loopt vanuit Willemsingel. Dus volgens mij is het ook nog niet echt ongevaarlijk. Volgens mij zijn de bewoners staan dan ook wat dichter op de weg. En mijn vraag is ook, hoe gaat het met de afvoer van de Schoolstraat de Willemsingel op? Want dat is nu al een probleem. Dan had ik nog in het raadsvoorstel staan dat tijdens de avond duidelijk werd dat een groot aantal ondernemers en eigenaren de voorstander waren voor verkeer door de Friesestraat. Ik ben ook bij die avonden geweest. Mijn beleving was daar iets anders. Er waren inderdaad wel een aantal voor, maar er waren ook heel veel tegen, volgens mij. Even kijken hoor. Ik had het idee dat het vanaf begin af aan werd het heel erg gepromoot door de organisatie. En dat het bijna, voor mijn gevoel was het bijna een gelopen race. Er is een handtekenactie geweest van mensen die daar wonen en een aantal ondernemers. En ook mensen die er werkzaam zijn. En als ik social media bekijk, dan zijn er ook heel veel negatieve negatieve punten hierover. Er wordt ook gesproken over auto is de gast. Men gaat uit van een beperkt aantal, verwacht een beperkt aantal verkeer. Uitsluitend bestemmingen, geen doorgaand verkeer. Mijn gevoel zegt dat het wel niet zo zal zijn. Want als er nu de paaltjes uit zijn, dan zien wij heel veel gewoon mensen die er doorheen rijden. In de conclusie staat dat de onbeperkte hoeveelheid echt gemotiveerde bestemmingsverkeer, de verwachte auto parkeer en laat- en losbewegingen draagt bij aan een broodnodige levendigheid in dit relatief verlaten stuk Friesestraat. Ja, ik vind dat als dat de auto's de levendigheid moet brengen, dan denk ik, waar zijn we dan mee bezig? Er wordt aangegeven ook door onze centrummanager dat er dus ondernemers zijn die bereidwillig zijn om zich dan te gaan vestigen. Ik hoop dat het dan echt zo is, maar ik zie er nog niet echt dat het ervan komen. De conclusie van mijn verhaal is eigenlijk dat het autoverkeer in de Friesestraat een doodsteek zou zijn voor ons café. En dat zou ik erg jammer vinden. Dit was mijn inspraak en bedankt. Is het nu weg? Nee, ja, dit was de tijd. Ik weet niet hoe de tijd was, maar. Dus voor ons is het heel negatief als er autoverkeer is gekomen door de Friesestraat. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja? Is de voorzitter er nog? Volgens mij is de voorzitter niet meer. Nee, de voorzitter is stil. Ja, ik heb mijn verhaal gedaan, dus. Wel, wat heb je gedaan? Ja, ik weet niet. Sorry. Mevrouw van der Heijden? Ja?
Hoort u mij? Ik ben Benette Sieber van de VVD en ik heb een vraagje. Ik hoor even voorzitter niet. Ja. Dus we hadden afgesproken dat we nadat de insprekers zijn geweest even wat vragen konden stellen. Ja. U gaf aan, hè, dat u voorziet dat er bijvoorbeeld met de evenementen die er zijn, de Ganse Markt, of andere evenementen, hè, dat u dan niet de beschikbaarheid heeft over het terras, hè, om een tent op te zetten, dat soort zaken. Heeft u daar met de gemeente over gesproken? Ik heb er met Ina Dobbe en de centrummanager gehad. En die geeft zelf ook aan dat het best wel moeilijk zal zijn in dat geval voor ons. Okay. Want ik kan me ook voorstellen dat juist met zulke soort dagen en evenementen, dat ze hebben het over paaltjes die ze aan de kop van de Friese straat willen zetten, dat er op die momenten gewoon helemaal geen autoverkeer mogelijk is. Dus hè, dat het terras wel dan aanwezig kan zijn, of een tent of andere voorzieningen die u heeft. Dus ik kan me best nog voorstellen dat daar nog oplossingen voor zijn. Voor de ganzenmarkt? Nou ja, of andere evenementen. Ja, hopelijk dan. Maar ja, ik zal dat eerst moeten zien. Ganzenmarkt hoop ik inderdaad. Want dan denk ik als er autoverkeer door de straat is, dat niet zo handig zal zijn. Maar ja. Nee, dat lijkt me ook niet. Ja. Dat was mijn vraag. Oké, dank u. Is de voorzitter er alweer terug? Nee, volgens mij nog niet. Kan ik ook een vraag stellen aan Helga? Jazeker. Ja, ik heb ook een vraag. Ik hoorde het centrummanagement is wel bij jullie geweest. Ja, dat klopt. Hebben ze jullie ook voorstellen gedaan? Van hoe ga je ten aanzien van een compensatie of een subsidie? Nou, dat soort voorstellen zijn bijvoorbeeld niet gedaan. Maar zoals iedereen wel weet, is het pand te koop. Dus daar kan natuurlijk altijd over gesproken worden. Mm-hmm. Of dat iemand anders. Oké, dankjewel. Ja? Ja, dankjewel voor het antwoord. Oké. Mag ik dan ook een vraag stellen als de voorzitter er toch nog niet is? Ja. Hoe groot schat je de financiële schade in? Oh jee. En ook als je het hebt over de verkoopbaarheid van je pand met de huidige bestemming als café. Even één ding tegelijk. De schade kan ik zo niet inschatten. Zoals iedereen ook weet, is het horecaleven is anders dan wat het eerder was. Dus wij moeten er ook meer van het terras en het meer in de dag ook hebben. Dus ik zou niet weten wat schade is. En wat was de tweede vraag over? Nou ja, weet je, je geeft aan dat je het pand staat te koop. Dat betekent, er zit een horecabestemming op. Ja. Ik neem aan dat een pand beter verkoopt met terras en met alles wat je straks als argument aangaf tegen het verkeer in de Friese straat. Ja. Dus ik ben benieuwd van over wat voor bedragen praten we dan? En is daarom met je over gesproken om die schade te vergoeden? Nee, dat heb ik nog niet zo over gehoord, nee. Mevrouw van der Heijden. Ja? Henk Mulder van de BBC 2014. Ik sluit me aan bij mevrouw Siebe. Aangezien de straat afgesloten wordt met zakpalen, zoals ze mooi heet. Dan kunnen we dus ook in tijd wisselen met wanneer de straat afgesloten is. En zeker voor evenementen is dat natuurlijk sowieso wenselijk. Ja, dus, zeker. Ik zie daar wel oplossing in. Maar oké, dat moet dan besproken worden met het centrummanagement en natuurlijk met de gemeente. Ja, oké, dank u wel. Is de voorzitter er wel? Jerry is er nog niet. Dus, Jerry is er nog niet? Ja, sorry. zijn er nog andere vragen van de commissieleden voor de andere heren? Ja, mag ik Ik heb nog wel een vraag. Ik ook. Ik hoor meneer Bouwers. Ja, hartstikke. Ik ook. Ja. Ik had nog een vraag aan de heer Doornbos. Die had het over een ander type winkel in dat gebied. Waar denkt u aan? Doornbos? Nee. Bij onze centrummanager. Niet de heer Doornbos, maar de heer De Schenne bij deze. Of de heer De Schenne. Ja. Ik heb het over een ander type bewinkeling. Rond de markt zouden we graag winkels willen hebben met een recreatief karakter. Hè, waar mensen willen verblijven en waar mensen langere tijd dus ook hun beleving hebben en dergelijke. En we hebben het hier over met name andere winkels. Meer doelgerichte winkels waar je even snel eventueel stopt met de auto. Een inkopen doet of een aankoop doet en dan ook snel weer verder rijdt. Dus het is een duidelijk ander type winkel. Ja, maar waar denkt u dan aan?
aan winkels met een afhaalfunctie. Hè, eventueel ook horeca met een afhaalfunctie. Of ambachts. Het kunnen ook dagelijkse boodschappen doen. Een drukker zou het kunnen zijn, maar het kan ook een bakker of een slager zijn uiteindelijk waar je snel een boodschap doet. Een schoenmaker, hè, ik noem maar wat. Winkels waar je dus snel een boodschap doet. Ja. En die ondernemers, die heb je al? Er zijn een aantal ondernemers geïnteresseerd. En dat moet er wel meer worden. Maar wat ik al stelde in mijn betoog is dat de kans dat je met dit nieuwe economische vestigingsklimaat meer ondernemers trekt, is een stuk groter als je auto's toelaat. Meneer De Shen, mag ik ook nog een vraag aan u stellen? Ja hoor, gaat u gaan. U heeft net gezegd, u heeft al winkeliers bereid gesteld om eventueel te gaan. Zonder de naam te noemen. Geïnteresseerd gevonden, nog niet bereid. Dat is een tweede hoor. Ja. Oké, geïnteresseerd gevonden. Maar de vraag daarop is, bent u nu bang voor verplaatsing van leegstand? Bezicht die niet lukt. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Als het ondernemers zijn die al in de straat zitten, dan verplaatsen we dus de leegstand. Ja. Yes. Het kan inderdaad zijn dat je een ondernemer verplaatst van de ene plek naar de andere plek. Alleen waarschijnlijk is die plek die dan overblijft dus weer interessanter voor een toetredende ondernemer. En in dit geval hebben we ook meer over, hè, spreken we ook meer over toetredende ondernemers. Hè, andere winkels. Goed, dankjewel. De vraag is voldoende beantwoord, denk ik. Ik ben weer terug in beeld. Dat heb je met de technieken. Had ik ook een vraag kunnen stellen? Ja, ik zie hier dat Jerry Stoker een vraag wil stellen. Ja, graag voorzitter. De heer De Shen die werkt hier vanaf begin van het jaar. Ik hoop dat hij even naar de vraag gaat luisteren die ik aan de heer Hub ga stellen. Want de heer Hub had het over oude foto's. Ik ken ook oude foto's waarbij de HEMA nog in de Friese Straat gevestigd was. En door de verplaatsing van de HEMA naar de Ganzenhof, dat de doodsteek bleek te zijn voor de Friese Straat. Dat er inderdaad verplaatsingen plaatsvonden. En die panden die staan tot op heden staan ze leeg. Mijn vraag is heel concreet aan de heer Hub. Bent u een van die eigenaren die van plan is de HEMA te verplaatsen naar de Friese Straat, wanneer daar de auto's weer terug zouden komen? En de vraag over de verplaatsingen van winkels, die is net ook al gesteld. Ik denk dat dat gewoon wel is het voorbeeld is wat wij hebben meegemaakt toen de Ganzenhof is ontstaan. En dat heeft denk ik een enorme impact op het winkelbestand en de leegstand gehad. En dat moeten we volgens mij echt zien te voorkomen. Maar concrete vraag, is de HEMA een van de kandidaten die naar de Friese Straat wil gaan? Meneer Hup, ik geef u gelegenheid het antwoord. Goed, ik kan u er één antwoord op geven. De HEMA kijkt mee vanavond. Dus ik ben in afwachting van hun kijken in ieder geval naar uw beslissing. Goed, nou, u kunt op dit moment daar niets verder over zeggen. Constantin, dat had in ieder geval geen antwoord is op mijn vraag. Dank u wel. De volgende maar vraag. Ik wil nog wel een ander antwoord geven. Als ik kijk in ieder geval naar de ontwrichting van het stadscentrum van Friese Straat, dan is ook de beslissing toen de tijd van het EDS-terrein is mede afhankelijk in ieder geval van hoe de leegstand is in de Friese Straat. Maar goed, dat is misschien een ander onderwerp die we nog... Nee, u heeft straks een vraag gesteld. En ik kan u vertellen dat onze fractie helemaal niet gelukkig is geweest met de ontwikkeling op het EDS-plein. Maar we zijn ook niet gelukkig met deze ontwikkeling. Dat kan ik u wel vertellen. Oké, dank u wel. Hier wou ik het maar even bij houden, want we dwalen wat af. En ik kom bij Lars Hoedemaker. Die heeft vragen zowel als aan de heer De Shen als de heer Hut. Meneer Hoedemaker, gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik stel allereerst een vraag aan de heer De Shen. U geeft aan dat de bedoeling, de visie achter de verandering in het centrum is het kleiner maken van het winkelgebied. Maar maak je op deze manier niet het winkelgebied groter? En wat we hier doen is het is onderscheid maken tussen het winkelgebied waar je recreatief winkelt, met name mode en dergelijke, en een aanvullend winkelgebied in de aanloopstraat vanaf het station met een ander type bewinkeling. Dat is wat we hier doen. Oké. Voldoende. Ja, maar ik heb begrepen dat de
Blue Mist en de slager en de bakker prima vinden dat ze in een winkelgebied zitten. Mensen die niet naar een speciaalzaak willen, maar even snel een boodschap willen doen, die doen dat bij de supermarkt. Ja. Is dit een vraag of is het een opmerking? Ja. Want ik zou het wel... Ik zou het wel graag... Een opmerking, daar hebt u gelijk. Ja. Ik stel een vraag aan, aan meneer Hutt, als het mag. Meneer Hutt, ik heb onlangs bij u tompoezen gekocht. En toen viel het me op dat, de HEMA zo dat je zo lekker dicht bij de HEMA kan parkeren. Namelijk boven op het dak en aan de molenbelt. Zou u als HEMA-ondernemer willen dat er in de straat geparkeerd wordt, wat in principe verder weg is? Ik denk dat het korter is. Dat is het antwoord. Als je op de straat naar de HEMA loopt of vanaf de molenbelt. Ik heb het nog even uitgemeten vanmorgen in ieder geval. De afstand is korter vanaf de Friese straat richting Molenbelt. En dank zeker op het dak. We zijn altijd afhankelijk van een lift in deze en van trappen. En de klant die wil graag geen trappen, die wil geen lift. En die wil niet het parkeerdek het dek op. Dank u wel voor het beantwoorden van de vraag. Ik denk dat die ook voldoende beantwoord is, de afstand. De volgende vraagsteller is Michel Blanke. Die zou aan beide heren een vraag willen stellen, zie ik hier. Michel, ga je gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor alle insprekers voor het inspreken vanavond op dit punt. Een aantal vragen is inmiddels al beantwoord. De eerste vraag zal ik stellen aan de heer Duchesne. Duchesne. De vraag is, u geeft aan een groot aantal ondernemers is voor. Een aantal ondernemers kunnen we ook allemaal zien in de handtekeningactie dat die tegen zijn. U geeft ook al aan van, u bent in gesprek. Kunt u daar wat meer over zeggen? Nou, eigenlijk op dit moment nog niet. We hebben inderdaad met mevrouw Helga van der Heijden al een gesprek gehad. Hè, de Ina Dobben van EZ en ikzelf. En daarin hebben we de problematiek besproken en ook wat begrip getoond voor hun, hun bezwaar die ze tegen hebben. En wellicht zijn er nog meer ondernemers die, die ook nadelige invloeden hiervan ondervinden. En daarmee zullen we dus ook verder in gesprek moeten om te kijken naar oplossingen. Ja. Maar het is een, gaat u ook in gesprek met... gaat u ook in gesprek met... Want nou ja, goed, als u de handtekening leest, die heeft u waarschijnlijk niet, zie ik. Maar goed, daar zie ik wel een aantal ondernemers die dat ook getekend hebben. Gaat u met al die ondernemers in gesprek? Als zij dat wensen, gaan we met hen in gesprek, ja. Ja. Oké, helder. Dan heb ik ook nog een vraag voor meneer Hupp. De heer Stolke die vroeg hem net ook al, hè, of het betekende dat de HEMA zich dan ook gaat vestigen in de Friese straat. Ik vind het jammer dat u daar nog geen antwoord op kunt geven. Stel je voor dat wij als gemeenteraad zouden zeggen van wij laten daar auto's toe en er komt vervolgens geen enkele ondernemer die daar gaat zitten. Waar hebben we dan ja tegen gezegd, zou ik bijna zeggen. Daarnaast geeft u in uw betoog geeft u aan dat in Nieuw-Amsterdam de omzet is gestegen sinds dat de parkeerplaatsen zijn. Nu zou ik u niet aan bedragen vragen, maar kunt u iets in de orde van percentage zeggen? Ja, in de vertrouwelijkheid 7,5%. Oké, dank u wel. En dat is hard geld. Goed. Helder, dat waren mijn vragen. Dank u wel. Oké, dankjewel. Dan heb ik hier Henk Bouwers een vraag aan de heer Hupp. Meneer Bouwers, ja, ontvang. Voorzitter, de vraag is net al gesteld. Dat ging over dat parkeren. Dat parkeren wat in principe op de Molenstraat is en ook boven op het dak van het winkelcentrum. Maar die is al beantwoord door de heer Hupp. Oké, dank u wel. Zie ik de heer Mulder van BBC. Vraag van mevrouw van der Heijden, maar die heeft nog niet gesproken. Ik kan nogmaals nu eens vragen. Mevrouw van der Heijden, bent u in beeld inmiddels? Ik heb toch net ingesproken? Ja. Oh, dat spijt me. Want toen was de voorzitter even uit beeld. Dus ik heb u gemist in ieder geval. Sorry hoor. Maar dan ga ik woordgeven aan Henk Mulder. Die heeft nog een vraag voor u. Ja, mevrouw van der Heijden, nog een andere vraag. Wat vindt u van de verbeteringen van de Friese straat en de nieuwe inrichtingen?
En heeft u dan misschien ook alternatieven daarvoor? Ja, de inrichtingen die zien er op zich wel, wel goed uit. Alleen alternatieven heb ik er niet voor, nee. Nee. Ja. Nee, in ieder geval de voor het autoverkeer, dat zou ik dus niet zien zitten. Maar voor de rest ziet het er allemaal wel netjes uit, dat klopt. Oké, dank u wel voor het antwoord. Ik heb hier op de chat staan eigenlijk een vraag van Hoedemaker of ik de inspraak van mevrouw Doornbos nog voor wil lezen. Hebben jullie dat gemist? Was ik toen uit beeld? Die hebben we gemist. Ja. Die hebben jullie gemist. Zal ik het even overnieuw voorlezen? Ja. Dan komt die eraan. Dan komt nu de inbreng van mevrouw Doornbos. Geachte leden van de commissie van de gemeenteraad. Ten einde tot een weloverwogen besluitvorming te komen, wil ik u hierbij onze visie op de plannen zoals recentelijk gepresenteerd geven. Na de presentatie van het herinrichtingsplan is er een handtekeningenactie waarvan akte gehouden onder bewoners, te omschrijven als ondernemers, projectondernemers, huurders en woningeneigenaren. Ze hebben in grote getale aangegeven tegen het door u voorgestelde beperkte vrijgave van auto en vrachtverkeer door de Friese Straat, Bakkerstee en Schoolstraat. De redenen hiervoor zijn legio. Er wordt aangegeven dat dit de aanwas van winkels zou kunnen bevorderen. Zijn hiervoor concrete plannen, huurcontracten? Zo ja, dan zou het plan om beperkt verkeer toe te laten kunnen worden overwogen. Momenteel sluiten echter de laatste winkels een deur in dit gedeelte van de Friese Straat Noord. Dit wordt ook mede veroorzaakt door de enorme groei van internet, hoge huren, gemeentelijk beleid om de winkels te clusteren rondom de markt en wegvallen van de omzet. Er wordt gesuggereerd dat er misschien een slijterij wil komen, maar de slijterij die in de Ganzenhof zat is verhuisd naar de Zallandse Straat. Alle grotere supermarkten hebben een slijterij, Mitra, Gal en Gal en verkoop via internet. Dit is echter één winkel, hiervoor kun je toch niet de wens van alle omwonende ondernemers negeren? Er zijn 3 projectondernemers die voor het toestaan van beperkt verkeer zijn. Maar zij wonen en leven niet in de stad, het centrum. Daarentegen hun huur is vol. En die zijn tegen. Dit is toch stof tot nadenken en iets om echt rekening mee te houden. Hiermee komen we op het volgende verkeerssituatie in de Friese Straat Noord. Waar je ook woont, de overbelasting van geluid zal significant toenemen. Hierbij komt tevens de veiligheid van de voetgangers in het gedrang. Het is nu al vaak door scooters, fietsen en dergelijke een risicovolle onderneming in de straat. De Bakkersteeg zou een doorgaande straat moeten worden. De situatie is daarechter dat de voordeuren van bewoners en de achteringang van de winkels, zowel rechts als links van de straat, direct op de Bakkersteeg uitkomen. Er is geen voetpad. Het is nu al kamikaze om er door te rijden, laat staan als al het verkeer van de andere kant er doorheen gaat. Kruispunt Bakkersteeg-Schoolstraat. De hoeken zijn omgeven door een pand Domesta met ingang aan de Bakkersteeg, de Prins voor begeleid wonen en de bakkerij. Om af te slaan richting de Schoolstraat moet je met je auto, bestel, vrachtwagen de neus een stuk de straat insteken om te zien of je door kunt rijden. Dit zal zeer waarschijnlijk gevaarlijke situaties op gaan leveren. Vanuit de Schoolstraat kom je bij de extreem drukke Wilhelmina-singel. Oversteken afslaan zal problemen zorgen. Veel voetgangers vanaf het bastion, waardoor ook hier een gevaarlijke situatie zal ontstaan. Door de beperkte, moeilijke overgang naar de Wilhelmina-singel zal een filevorming ontstaan. Met geluidsoverlast, uitstoot van gassen, trillingen, etc. Wat zijn hier voor uw oplossingen? Met betrekking tot bovenstaande rijst de vraag, is er een risicoplanschade-inventarisatie gemaakt? Een alternatief zou nog kunnen zijn om het verkeer door de Molenstraat te laten rijden. Hier zijn meerdere mogelijkheden om het centrum te verlaten of voor parkeren te kiezen. Joodverbreiding, parkeergelegenheid, weeshuisweide. De gemeente zou het oorspronkelijke plan moeten houden, waarvoor men de parkeergelegenheid bij het EDS-plein en een voetgangerstunnel heeft aangelegd, zodat de bezoekers vanaf deze locatie gemakkelijk lopend het centrum kunnen bereiken. Dit geldt tevens voor het clusteren van winkels rondom de markt. Het is ook zo dat nu wordt gesuggereerd dat winkels aan de Friese Straat Noord komen. Druist recht in tegen het staande beleid van de gemeente Coevorden. Tot slot wil ik nog wel een rapport zijn opgemaakt waarin Coevorden wordt vergeleken met een 4-tal steden, waaronder Zutphen, die totaal niet representatief zijn aan Coevorden. Wat betreft inwonersaantallen, besteedbaar inkomen, grootte, etc. en hierdoor dus hun doel missen.
Ik hoop dat mijn schrijven u reden zal geven tot herziening van het goed te keuren plan en dank u allen voor uw aandacht van een bezorgde burger. Dat was het betoog van mevrouw Roosken. Het is voorgelezen. Ik kan niet helaas vragen beantwoorden voor mevrouw Roosken als jullie al zouden hebben. Dat spijt me zeer. Die heeft wel een vraag over mevrouw. Ik geef haar het woord. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben mevrouw Doornbos. Hoort u mij? Ja, ik hoor u, ja. Oh, dank u dan. Wij hebben mevrouw Doornbos zelf gesproken op het plaatsgelegd. De Bakkersteeg is inderdaad een gevaarlijk punt waar wij later op terug willen komen. Oké, dat zien we later bij de bespreking van het stuk dan. Ik zie hier nog een vraag van meneer Michel Blanke, PvdA. Vraag aan meneer Duchesne. Sorry, straks verspreking. Meneer Blanke. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nog een vraag aan meneer. Passende panden op de kop van de Friese straat bij het beeld, wat u als city manager schetst. Aangezien daar voornamelijk grote en dure panden leeg staan. Grote oppervlaktes. Ik hoor die vraag niet helemaal goed, maar u zegt past de passende panden bij het idee wat we erbij hebben. Ja, passende, inderdaad de panden qua grootte, hè, grote dure panden zijn het voornamelijk, passen die bij de ideeën die u heeft als centrum. Ja, daar heb ik niet zozeer over nagedacht. Grote brede panden zijn natuurlijk ook op te delen in kleinere units. Terwijl grote panden over het algemeen voor bepaalde type winkels wel een voordeel kunnen hebben. Maar ik heb daar niet zozeer op dit moment een mening over. Oké. Okay. Dank u voor het antwoord. Voldoende zo, meneer Blanke, denk ik. Ja, is voldoende. Ja. Dank u wel. Oké, dan neem ik aan, ik zie geen chats meer, dus ik neem aan dat iedereen voldoende vragen heeft gesteld aan de insprekers. En dan komen we nu toe aan het stellen van algemene vragen, dus zeg maar het vragenrondje bij bespreking van stukken, daar zijn we nu aangekomen. Wie mag ik het woord geven of wie wil er nog een vraag, wie heeft nog een vraag aan de portefeuillehouder? En ik zie hier meneer Stoker. Gaat uw gang. Voorzitter, dank u wel. Ik heb een aantal vragen aan de wethouder, maar allereerst even ten aanzien van het stuk wat we ontvangen hebben. In het advies, ik citeer, stellen wij voor om het voetgangersgebied in Coevorde compacter te maken door het toelaten van voetgangers, fietsers en autoverkeer gedurende de winkelopeningstijden in de Friesestraat Noord. Ik mag toch aannemen dat voetgangers en fietsers ook buiten de tijden welkom zijn en dat dit om een hele bijzondere fout gaat in de tekst. Daarnaast, de Raad heeft daarmee besloten dat er aanvullend verdiepend onderzoek moest worden uitgevoerd op het onderdeel waarin de auto terugkeert. En dat lijkt inderdaad bijna op een vooruitgedacht idee dat wij de auto terug willen, terwijl het er natuurlijk om gaat of de Raad het autoverkeer terug wil in de Friese straat. In die zin zou ik toch wel willen dat de tekst in dat voorstel ook juist wordt weergegeven. Ik kom bij een aantal opmerkingen en daar kom ik ook de vragen tegen. Er staat in het voorstel dat het daadwerkelijke inrichten van het stationsgebied een koppeling wordt gemaakt met de Friese straat. Wij hebben daar nog eens even de gebiedsvisie stationsplein in een raadsbesluit vastgelegd op 2 juli 2013 op nagekeken. En daar zien we toch wel een aantal scenario's staan. En ik ben benieuwd welk scenario de wethouder hierbij in gedachten heeft. Ten meer omdat daar staat de ambitie is om visueel één geheel te laten ontstaan, om zo een aantrekkelijke looproute tussen Friese straat en het station te creëren, waarbij het handhaven van de rotonde als barrière wordt gezien. Dit is wel belangrijk, voorzitter, want het is een raadsbesluit wat in 2013 is genomen, waar veel geld voor is uitgetrokken, en het voorstel wat hier vanavond voor ligt lijkt daar dwars tegen in te druisen. Vervolgens, voorzitter, kan de wethouder uitleggen hoe het kan dat we in de afgelopen jaren steeds het gesprek hebben gevoerd over het versterken van het centrum vanuit de markt en het wonen aan de kop van de Bentheimstraat en Friesestraat, en hier vanavond een voorstel in ligt wat echt een tegengestelde werking heeft.
Laat de leegstand in de Ganshoofd op dit moment juist niet zien dat dit een onaantrekkelijk gebied is om zich te vestigen. En het vertrek van middenstanders in de afgelopen periode, waar we met elkaar volgens mij heel blij mee waren, juist richting markt, een versterking is, of in ieder geval bevestiging van het idee dat we juist die versterking van het centrum rond de markt moeten vormgeven. Kan de wethouder dus ook uitleggen hoe dit voorstel om het autoverkeer terug te brengen in de Friesestraat zich verhoudt tot het versterken van de cultuurhistorische waarde en Coevorden als bezoekersstad? Want wij denken dat dit voorstel wat nu voor ligt daar tegen indruist. Ten aanzien van de bevoorrading, voorzitter, de fractie van het PAK heeft eerder ook al aangegeven dat de bevoorrading volgens ons juist ook nu anders zou moeten worden georganiseerd, namelijk het ontvangen van goederen buiten het centrum en alternatieve vormen van vervoer regelen om dat in de binnenstad te brengen, juist omdat we Coevorden als bezoekersstad willen zien. Heeft de wethouder hier überhaupt serieus naar gekeken? En dan ten aanzien van de veiligheid van fietsers en voetgangers, voorzitter. De BVA blijft ook in dit advies gewoon heel erg kritisch en zegt dat grote verkeersbelasting op ondergeschikte wegen die niet geschikt zijn voor de afwikkeling van veel verkeer, een toename van intensiteit van het verkeer in straten die niet geschikt zijn, want ze zijn namelijk bestemmingsverkeer, en een en ander gaat ten koste van de ruimte en de veiligheid voor voetgangers en fietsers. Hoe het dan kan dat het lijkt alsof het BVA het voorstel wat nu voor ligt van harte ondersteunt. Ons idee is dat dat in ieder geval niet klopt. Dan nog even, voorzitter, planschade ondernemers. Is er al nagedacht over planschade? Zijn er al berekeningen gemaakt wat dit gaat betekenen als de plannen doorgaan voor ondernemers die hier gewoon last van gaan krijgen? Dat zijn mijn vragen, voorzitter. Goed, dank u wel, meneer Stoker. Ik hoop dat, dat meneer Steven, de portefeuillehouder, de vragen heeft kunnen noteren onderwijl, want er waren nog een aantal. De heer Steven, portefeuillehouder, ik geef u graag het woord. Is de heer Steven online? Steven? Ja, nou, er komt wat aan. Meneer Stegen. Ik heb op een verkeerd knopje, voorzitter, maar ik hoop dat iedereen mij hoort. Ja, wel zachtjes. Oké, is het te verstaan? Nee. Heel zacht. Ik zie ook nee schudden. Ik probeer even op wat knopjes te drukken. De microfoon moet wat harder, denk ik. Of ik moet even een oortje in gaan doen. Ja. Neem rustig even de tijd, dan komt het helemaal goed. Gaat het nu beter? Het is uitstekend zo. Uitstekend zelfs, oké, heel mooi. Ik heb meegeschreven, ik beschik niet over de kennis van Steno, meneer Stoker. Dus u moet mij vergeven als ik misschien een vraag van uw zijde heb gemist. Het eerste wat u aanbracht, hoe zit het nou met de voetgangers en de fietsers? U hebt gelijk. Het is natuurlijk niet de bedoeling om na sluitingstijd geen voetgangers of fietsers meer in het gebied te hebben. Dus dat is volstrekt helder. Als u dat als zodanig leest in het voorstel, dan is dat in elk geval niet wat wij voor ogen hebben. Dus daar is geen enkel misverstand over wat mij betreft. De koppeling station Friesestraat. U zegt van in 2013 hebben we afgesproken dat we ambitieuze plannen hebben om een aantrekkelijke looproute te creëren. Nou, dat is precies wat wij nu ook nog steeds vandaag de dag in 2020 willen. En daarvoor moeten we gewoon iets doen in dit bewuste gebied. Als we namelijk niets doen, dan zien we daar de leegstand toenemen. En dan krijgen we de situatie dat de bezoekers die via het prachtig opgeknapte station onze stad bezoeken en naar de markt willen waar we prachtige plannen voor hebben. Plannen waar u in het verleden als raad mee hebt ingestemd. Dat die bezoekers dan door een stukje stad moeten, wat, hoe zal ik het zeggen, dan niet bepaald het visitekaartje is. Dus in die zin lopen de plannen van nu zeker niet uit de pas met wat in 2013, wat mij betreft, is afgesproken. De Ganzenhof, leegstand, dat kunnen we allemaal constateren, dat is inderdaad het geval. Dat is ook waarom we bezig zijn met dit grotere verhaal, dat we willen proberen met deze ingreep, wat een onderdeel is wat mij betreft van een totaalplan, om daarin een beweging te maken in de goede richting. En dan is niets doen is geen optie. En
bevoorrading bent u ook nog op ingegaan. U zegt van nou, ik zou liever zien dat dat buiten de stad gebeurt. Dat is in dit voorstel niet meegenomen, maar dat is volgens mij in de vervolgonderzoeken die uw raad heeft gevraagd ook niet als zodanig benoemd dat we daar verder naar zouden moeten kijken. Ik heb ook niet de indruk trouwens dat het aantal vervoersbewegingen wat dat betreft ontzettend groot is. In dat verband zou ik ook nog even willen inhaken op de inspreekster mevrouw van der Heijden, die ook even dat bevoorradingsverkeer aanstipte. Er ontstaat nu misschien een soort van misverstand, alsof dat bevoorradingsverkeer dat u straks inderdaad vanaf de rotonde bij het station de stad inrijdt, op dit moment is dat nog andersom, alsof dat bevoorradingsverkeer ook gebruik zou maken van de bocht rechtsaf de Schoolstraat in. Maar dat is dus niet het geval, want de bevoorradende partijen, daarvan worden de kentekens geregistreerd en dan pas gaat het paaltje open op gezette tijden tot 11 uur 's ochtends. En dat verkeer gaat gewoon in de zuidelijke richting en dan bijvoorbeeld via de Kerkstraat de binnenstad weer uit. Of misschien zelfs wel verder naar het zuiden. Dus in die zin is daar geen enkele reden voor ongerustheid. Ja, en wat de bevindingen van BVA betreft, u stelt terecht dat daar dat best kritische geluiden zijn te horen. Maar ik denk dat u dit voorstel moet zien in het licht van het bredere plaatje zoals het er ligt. Hè, waar we het ook natuurlijk in het verleden over hebben gehad. Neem maar eventjes in herinnering 2017. Toen is door de gemeenteraad ook de toekomstvisie Centrum Coevorden vastgesteld. Nou, u kunt ook zien in de voorliggende documenten dat vorig jaar ook al is gesproken over de mogelijke terugkeer van de auto. En het is de wens van uw raad geweest om daar nader onderzoek naar te doen. En ja, als je dan al die zaken bij elkaar optelt, dan zou ik toch willen zeggen, we moeten volgens mij niet te veel nu focussen op dat blik in een klein stukje van een straat. Maar we moeten ook vooral kijken naar het totaalplan waar we heen willen. Naar een mooie markt, een markt als huiskamer, een compacter winkelgebied. Want we hebben gewoon veel te veel winkelruimte voor het aantal bezoekers dat we in Coevorden hebben. Dus moeten we een list verzinnen voor dat deel van de Friese straat waar we het nu over hebben. En u zult mij niet horen zeggen dat dit nou de ultieme oplossing is. Maar ik vind het wel een kansrijke oplossing. En dat hebben we ook van een aantal insprekers gehoord. En ik vind dat we die kans moeten grijpen. En ik heb ook geen andere alternatieven gehoord of betere gedachten. Ik sta er absoluut voor open, maar ik vind wel, na alles wat we hebben onderzocht en de richting die we in het verleden met elkaar hebben bepaald, dat we nu ook gewoon het lef moeten hebben om een moeilijk besluit te nemen. Want het is een moeilijk besluit. In dat opzicht voel ik zeker ook met de tegenstanders mee. Maar ik vind wel dat we vooruit moeten durven kijken. Ja, dat is wat ik in eerste reactie even op de heer Stoker zou willen antwoorden. Dank u wel. Dank u wel. Is het voldoende beantwoord in Stoker op dit moment? Ja, voorzitter. Kom straks in tweede termijn al terug. Uitstekend. Ik had even overgeslagen, zie ik op mijn lijstje, dat mevrouw Klein-Gunnewiek ook nog een vraag voor de wethouder had. Ik geef u het woord. Dank u wel, voorzitter. U vroeg een oplossing, wethouder. Mijn gedachte komt dan opeens op. Je kunt ook eerst de straat maken zoals we willen, zeg maar de vloerbekleding maken. En vervolgens eens kijken hoe het dan gaat, want de straat ligt er sowieso een paar maanden uit. Maar goed, ik heb wel een paar kritische vragen naar u. En de inwoners en een groot deel van de ondernemers zijn niet positief over de plannen, om verschillende redenen die we gehoord hebben, de handtekeninglijsten die we gezien hebben. En ook een aantal inwoners en ondernemers die we zelf gesproken hebben. In het proces dat vanaf 2017 al gaat, staat dat de mening van omwonenden en ondernemers ertoe doet. Hoe is dat dan te rijmen met dit raadsvoorstel en verbindend besturen? Dan heb ik nog een paar vragen. Ik wil het graag gelijk stellen of dat goed is, voorzitter. De veiligheid vinden wij wel heel belangrijk. En de Friese straat is een hoofdstraat voor de fiets. En fietsers komen echt wel in de knel bij de rotonde en bij de Schoolstraat. Wij vragen ons af of de voetgangers zich nog veilig gaan voelen. En ook zijn wij benieuwd hoe het dan bij de Bakkersteeg en Wilhelmina-singel qua veiligheid goed gemaakt wordt. En waar wij ons ook zorgen over maken, als de auto
te gast zou komen van 9 tot 6. En het gaat met zakpalen. Wie doet dan de handhaving? Want de auto's die er staan kunnen dan de straat niet meer verlaten. Dus wij zijn wel bezorgd. Dank u wel. Goed, ik dank u voor de vragen. En meneer Stegen geef ik gelegenheid tot beantwoording. Ja, dank u wel, voorzitter. Eens met het CDA, er is inderdaad de nodige tegenstand. De handtekeningen, die liggen er. En dat is een gegeven. En ik snap dat ook wel. Ik heb ook met een aantal mensen die bijvoorbeeld hun handtekening hebben gezet, spontaan het gesprek gehad op straat. Want ik heb daar de afgelopen dagen ook echt zelf eens gekeken. En ik heb begrepen, ook een aantal raadsleden heeft dat gedaan. Nou, dat is hartstikke goed, want dan krijg je echt een goed beeld van waar hebben we het hier over. Ik heb met verschillende mensen gesproken die hun handtekening hebben gezet. Daar heb ik ook het gesprek zoals ik dat nu met u als raadscommissie heb ook meegevoerd. En dan krijg ik toch heel vaak terug ook van mensen die wel zeggen van, ik vind het niet heel leuk dat het gebeurt. Maar ik snap het wel als ik naar het bredere plaatje kijk. En die handtekeningen die wil ik zeker niet bagatelliseren, die liggen er. En als je het hebt over verbindend besturen, ja natuurlijk, dat hebben we in deze gedaan. Er zijn diverse avonden zijn er geweest. Er zijn, als ik het goed heb, sowieso 3 werksessies geweest. Er is nog een afsluitende bijeenkomst geweest, een inloop. Dus dat verbindende besturen is er zeker geweest. Maar verbindend besturen is niet hetzelfde als alles op één hoop gooien en het doen wat de meerderheid zegt. Verbindend besturen is volgens mij iedereen aanhoren en proberen gezamenlijk een goed besluit te nemen waar iedereen zich in meer of mindere mate in kan vinden. En hier ligt een moeilijk besluit voor, dat realiseer ik me te degen. U mag best weten dat ik er zelf ook mee heb geworsteld, zo eerlijk wil ik ook zijn. Maar ik vind wel, als je alles en iedereen op een hoop veegt en toch tot een conclusie moet komen, ja, dan is die conclusie zoals u hem in het raadsvoorstel kunt lezen. En dat is dan wat het is. Tot slot nog de vraag van, goede vraag trouwens, van hoe zit dat als je nou in het gebied bent en die paal gaat omhoog, wat dan? Die vraag heb ik toevallig vanmiddag ook zelf nog gesteld. Dan is er geen probleem, mevrouw Klein-Gunnewiek, want je kunt gewoon aan het eind van de schoolstraat gewoon de Wilhelmina-singel dan oprijden, de aangepaste kruising, laat het wel zijn, want daar staat dan geen paaltje, dus je kunt er gewoon weer uit. En voor de rest reageren de paaltjes ook op tijdstippen en kentekens, dus dat is allemaal keurig ingeregeld. Ik hoop dat ik u daarmee alle vragen heb beantwoord. Dank u wel. Dat hoop ik ook. Dat horen we dan even van mevrouw Gunnewiek. Is het voldoende beantwoord zo? Ja hoor, tot zover. Bedankt. Oké, bedankt. Dan heb ik de volgende op het lijstje. Is de heer Hoedemaker, D66. Vraag voor de wethouder. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er is sprake van twee verkeerskundige rapporten. Eén van BVA en één van Sweco. En met dezelfde argumentatie komen die beide rapporten tot een andere conclusie. Namelijk, BVA is tegen en Sweco is voor auto's in de Friese straat. En dan vraag ik me af, van, er zijn twee rapporten, dat is op zich natuurlijk heel bijzonder. Wanneer hebt u de opdracht gegeven aan Sweco om de haalbaarheid te onderzoeken, wethouder? Meneer Stegen, gaat u aan. Dat is een lastige vraag voor mij, meneer Hoedemaker. Ik kan, als ik de voorzitter misschien om een korte schorsing kan vragen, dan kan ik u daar wellicht antwoord op geven. Kan dat? Dat kan, ja. Oké. Nou, 1 minuutje misschien. Ik kom zo bij u terug. Dank u wel. Ja, we houden er 2. Ja, voorzitter, ik ben weer terug naar even wat ambtelijk overleg. Is er toch wat meer duidelijkheid gekomen over de vraag van de heer Hoedemaker? Okay. Want ik begrijp wel een beetje waar hij heen wil met de. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik moest even het knopje aanzetten. Ik heb inderdaad een vraag. In het raadsvoorstel staat dat de kaderbrief gebruikt gaat worden als startpunt voor het gesprek over nieuw beleid en de voortgang van bestaand beleid. Onze vraag daarover is, hoe wordt dit concreet gerealiseerd? Worden we hier als raad over geïnstrueerd of ligt het initiatief bij de raad?
En hoe gaan we dit dan in gang zetten? Hè? Want in het raadsvoorstel staat dat dit nog een punt van uitwerking is, maar de kaderbrief, dat duurt niet zo heel erg lang meer. En wat ons betreft denken we toch wel dat de tijd een beetje begint te dringen. Verder heb ik ook nog wel een vraag aan de andere fracties en met name de fracties in de coalitie. Wij zaten dit rapport met elkaar te bespreken tijdens de fractievergadering. En al spreken we daarover, dachten we van het is best wel heel ingewikkeld, denk ik, voor de fracties die in de coalitie zitten. Want stel nu dat wij als raad vinden dat er bepaald bestaansbeleid eigenlijk anders ingezet moet worden. Hè, dus we willen nieuw beleid gaan initiëren of agenderen. Hoe is het dan voor de fracties die in de coalitie zitten, als zij bestaand beleid eigenlijk kritisch willen bekijken, misschien wel willen heroverwegen en misschien wel nieuwe adviezen willen geven, ook wanneer dit haaks staat op het beleid wat het college voorstaat? Dus daar zou ik eigenlijk wel graag antwoord op willen hebben. Dank u wel. Goed, u heeft ook een vraag voor de Rekenkamercommissie, begrijp ik. Daar begon u mee eigenlijk. En ik wil de heer De Boer of de heer Rauw verzoeken antwoord op die vraag te geven. Ik denk de heer De Boer, maar ik weet niet zeker. Meneer De Boer, misschien dat de heer... Ja. Misschien dat de heer Rauw dat wil doen. Oké, meneer Rauw. De eerste vraag. Vissering. Ja, nou eigenlijk zoals ook wel in het raadsvoorstel staat weergegeven, zeg maar. De uitwerking van hoe u als raad en college om wil gaan met de behandeling van de kaderbrief. Dat zou wat ons betreft ook onderwerp moeten zijn van het gesprek met het college. Dus wat ons betreft heeft u als raad daarin ook het initiatief om als opdrachtgever, zeg maar, richting het college aan te geven van jongens, laten we met elkaar in gesprek gaan en bekijken hoe we dat op basis van onze brief vorm kunnen geven. Voldoende, mevrouw Vissering van de kant van de Rekenkamer? Ik begrijp het inderdaad, maar dat moet dan wel ingezet gaan worden. En ik begrijp dus dat wij als raad, als voltallige raad, of gaan we dat vanuit het seniorenconvent doen? Of gaan we dat, dus ik zit ook een beetje met praktische vragen daarover. Van hoe gaan we dat in dit korte tijdstip op een andere manier van aanvliegen? Hoe gaan we dat met elkaar organiseren? Ja, als ik er even op mag ingaan. Hetzelfde zie je op het ogenblik ook in de Tweede Kamer regelmatig gebeuren. En dan zijn het de coalitiepartijen die dan bij elkaar gaan zitten, omdat ze dus toch een wijziging willen hebben in het beleid. En als dat hier zich ook zou voordoen, dan is één van de mogelijkheden, maar er zijn natuurlijk legio mogelijkheden, is één van de mogelijkheden dat u als collegepartijen om de tafel gaat zitten met het college en dan zegt van jongens, we zouden het er toch graag anders zien. Ja, dat is de weg, want de Rekenkamer is in de raad en het voorstel is in de raad, aan de raad. Dus, maar misschien kan de portefeuillehouder hier nog iets over zeggen. Ik denk de bouwmeester. Ik denk dat het belangrijk is, als ik goed verstaanbaar ben, tenminste. Ja, voor mij wel. Oké, prima. Ik trigger even op de woorden van de heer De Boer die aangaf de coalitie. Ik prijs mij gelukkig voor het feit dat we in Koevoorde heel veel dingen in gezamenlijkheid doen. Als raad even los van wie er op enig moment tot de coalitie behoort. Ik denk ook dat het goed zou zijn als u als raad in deze gedachtegang meegaat. En zo hebben we er volgens mij al een beetje verkennend over gesproken in het fractievoorzittersoverleg, het seniorenconvent. Om eens te kijken inderdaad hoe dat er al in deze kaderbrief uit zou kunnen zien. Inderdaad, mevrouw Vissering doelde erop, de tijd is wel kort. Maar we zijn er al wel over aan het nadenken, vanuitgaande dat het misschien wel een lijn is die door uw raad kunnen worden onderschreven. En ondanks het feit dat
eigenlijk in het besluit ook staat van nou, we laten het college vragen om daar in het najaar dan mee aan de slag te gaan. Ik denk dat het een gemiste kans zou kunnen zijn als we niet al wat vingeroefeningen zouden proberen, zo goed en zo kwaad als dat gaat, anders dan reeds bij de aanloop van deze kaderbriefbehandeling. Maar die is inderdaad op vrij korte termijn, dus ik moet mevrouw Vissering wel gelijk geven. Het zal misschien nog wel even wat zoeken zijn naar een passende vorm. Dank u wel voor de reactie. Ik zie hier ook nog dat er een reactie is van de heer Slomp van de PvdA, die wil even reageren op de VVD. Dank u wel, voorzitter. Mij bekruipt een beetje het gevoel dat van onze fractie die kaderbrief altijd sowieso het startpunt van het nieuwe begrotingsjaar is geweest en altijd het moment is geweest om mede richting te geven aan nieuw beleid. PvdA-fractie is ook altijd voorstander geweest, niet van deze korte kaderbrief, maar van de uitgebreide perspectiefnota, zoals we die altijd hadden in het verleden. Ik weet wel, ik word langzamerhand een beetje oud en grijp terug op het verleden. Maar dat gaf de Raad toch in ieder geval veel ruimere mogelijkheden om ver voor de begroting haar invloed uit te oefenen en tot in veel verder detail mede het nieuwe beleid te bepalen. We moeten het er nu mee doen en ik denk dat het ook wel een beetje aan de fractie zelf is natuurlijk om dit ter hand te nemen en de rekenkamerbrief die hiervoor ligt biedt daarvoor in mijn opinie hele mooie handvatten. Dankjewel. Meneer Slomp, dus ook de mevrouw Kater van het CDA die wil nog even graag reageren op de VVD bij deze. Ja, dank u wel, voorzitter. Ben ik goed te verstaan? Uitstekend. Oké, dank. Even een reactie op VVD en ook op PvdA. Ik denk toch dat het wel goed is dat wij nog een keer de kans krijgen om bijvoorbeeld als seniorenconvent dit proces waar mevrouw Vissering ook op doelt, wel voor te bereiden, zodat wij als nieuwelingen, tegenhanger van de oude rat in het vak, wel zicht houden op hoe het proces het beste zou kunnen verlopen, gelinkt aan dit rapport van de Rekenkamercommissie. Mijn voorstel zou zijn dat de Griffie daar een kleine route voor uitstippelt voor ons. Dank u wel. Ja, dank u wel voor de bijdrage. Wil mevrouw Vissering daar nog op reageren? Nee, ik ben eigenlijk wel blij inderdaad, zowel van de portefeuillehouder, maar ook van de Partij van de Arbeid, of in ieder geval sowieso van het CDA, die dat ook erkent, dat de tijd dringt en dat het toch wel willen we dit hebben. Het is toch wel duidelijk een oproep ook in het rapport om dit op te pakken. En dan denk ik ook dat we dat advies ter harte moeten nemen en daar dan ook een route voor uitstippelen met elkaar, hoe we dat dan ook gaan doen. En dus ik ben wel blij met die beantwoording. Oké, dank u wel, mevrouw Vissering. Ik zie nog dat mevrouw Driehuis ook nog wil reageren. Mevrouw Driehuis? Mevrouw Driehuis, wilt u nog reageren? Jullie verstaan mij niet. Ja, nu wel. Ik heb het vond. Oh, jij. Oké. Okay. Nou goed. Ik ben over het algemeen iemand die heel veel dingen opschrijft. En we hebben dit rapport natuurlijk ook besproken tijdens het seniorenconvent. En toen is ook inderdaad, en ik heb daar ook een aantekening van gemaakt, is om gezamenlijk, ook met het seniorenconvent, in aanloop naar de kaderbrief, daar te bespreken en te kijken hoe we daar dan vorm aan kunnen geven. Dus dat zit eigenlijk al in de pijplijn. En ik ga ervan uit dat daar dan ook vanuit de Griffie een voorstel voor komt tegen die tijd. Dat gaan we. Wordt ook genoteerd, wordt meegeluisterd, dus ik neem aan dat het goed komt. Verder zie ik geen vragen. Oh, nog een reactie van de heer Slomp op PAK. Meneer Slomp. Ja, dank u wel, voorzitter.
Ja, ik vind het prima om, om zeg maar, een paardenbrief van 30 maart gezin in een seniorenconvent te bespreken. Maar niet in politieke inhoudelijke zin, want dan wordt het al heel gauw afgehaald. Die scheiding moet wel duidelijk blijven. Ja, nou, daar zijn ze het allemaal mee eens. Ik zie allemaal ja. Dat is helemaal prima, meneer Slomp. Ik zie verder geen vragen meer staan. Dat wil zeggen dat we met de tweede ronde dus de bespreking van het stuk gaan. En daar zie ik dat het CDA wil mee beginnen. Die stond bovenaan. Mevrouw Katerberg. Ja, dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie vindt dit een waardevol onderzoek door de Rekenkamercommissie. En we stemmen in met het voorgesteld besluit. We zien wel graag dat de Raad op korte termijn al meer duidelijkheid krijgt over de strategische agenda en de planning die daarbij hoort. Dat hoeft onze inziens niet tot 1 oktober te duren. Dan weten wij concreter welke punten er de komende tijd op de agenda staan. Wij willen ons graag goed voor kunnen bereiden op de besluiten die moeten worden genomen. En de CDA-fractie vindt de beeldvormende fase uit het BOP-model belangrijk. Beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. En even aanhakend op wat mevrouw Gissering vroeg, is het dan voor coalitiepartijen ook het overwegen waard om bestaand beleid te heroverwegen? Nou, ik zie daar geen bezwaar in. Als daar goede redenen voor zijn, en vooral vanuit onze volksvertegenwoordigende rol, als daar goede argumenten voor zijn, dan ervaar ik zeker ruimte om daar gewoon met elkaar mee aan de slag te gaan. En dat haakt ook aan de woorden van onze burgemeester. Zo ervaar ik onze samenwerking ook. Dus dat als reactie daarop. Okay. Voor het beeldvormende deel wordt in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing een lijst opgesteld van werkvormen en mogelijkheden die ingezet kunnen worden. En hetzelfde hebben we als raad ook voor ogen met het uitvoeren van het raadsakkoord. Onze fractie zou graag zien dat deze twee ontwikkelingen met elkaar verweven worden. Dan kunnen we hopelijk op een meer daadkrachtige en minder omslachtige manier invulling geven aan de raad op straat. Zo'n ontwikkeling komt dan ook meer tegemoet aan de poetsersmentaliteit die onze fractie kenmerkt. Wij zetten ons hiervoor van harte in binnen de verschillende werkgroepen. Dank u wel. Dank voor de bijdrage. Ik zie dan verder voor de tweede ronde meneer Slomp staan. Ja, dank u wel. Wij vinden het ook een hartstikke mooi rapport. Het is denk ik geen rapport waarvan de gemiddelde koevoorde naar Horsend over straat gaat. Het is vooral intern de raad bedoeld. Maar het geeft denk ik goed zicht op wat nou de verhoudingen, coalitieakkoord, bestuursakkoord, strategische agenda, kaderbrief, begroting zijn en ook wat de zwaktes in ons model zijn, of waar het beter kan, laten we het ook maar noemen. En geeft daarin ook, denk ik, goede handreikingen aan de fracties om daarmee ons werk beter te doen. Dus de PvdA-fractie is zeker blij met deze rekenkamerbrief. Volgens mij zaten er ook nog twee concrete vragen in van het college te beantwoorden. Dus daar ga ik ook nog graag even op in. Het college stelt ons de vraag over die gedeelde visie. Of de fracties vinden dat daar nog wat over mee moet. Volgens mij vraagt u het probleem niet zo. Je begint die spreker te praten. Volgens mijn fractie zit het probleem niet zozeer in de helderheid van het visie van het college. Want zoals het college die de visie op verbindende besturen omschrijft, volgens mij is dat op zich glashelder. Maar of de raad die visie in deze omschrijving ook volledig deelt, en bijvoorbeeld ook de ambtelijke organisatie, ja, daar kun je wel wat vraagtekens bij zetten. Dus misschien is dat een aspect waar nog eens goed naar gekeken zou kunnen worden. En verder denk ik wat op dit aspect goed zou zijn, is dat het college zich vaker de vraag zou stellen op welke wijze de raad een plek kan krijgen in de rol in het verbindende besturen.
Even kijken, de tweede vraag die open stond is hoe het college de raad op nou zou kunnen faciliteren bij dit proces. En ook bij de behandeling van de kaderbrief. Nou, eerst maar eens even een praktische opmerking in deze coronatijd. Wij zouden toch graag zien dat er gezocht wordt naar een mogelijkheid voor een fysieke behandeling, in welke vorm dan ook. Want als we het in deze videobellen manier moeten behandelen, dan zie ik een zeer moeizame behandeling. Dus graag creatieve gedachten daarover. Ik denk dat het ons inderdaad zou helpen als het college de kader die meer in verbinding brengt met de strategische agenda. Dus wat dat betreft sluit ik helemaal aan bij mevrouw Kaartenberg. Die daar ook een warm pleitbezorger steekt aan doet. Het zou ons misschien ook helpen als de strategische agenda, als die ook jaarlijks geactualiseerd wordt en ook misschien jaarlijks verfijnd wordt voor het komende begrotingsjaar. Dat zou de raad ook extra handvatten kunnen geven. Dan heb ik nog een vraag van de VVD te beantwoorden. Volgens mij is dat geen enkel probleem. Het gaat er niet om, of het gaat er ons niet om waar het voorstel wegkomt. Het gaat er ons om dat er een beter voorstel ligt dan bestaand beleid. En of dat dan uit de oppositie komt of uit de coalitie, ja, dat maakt denk ik niet zoveel uit. En als ik die jaren terugkijk, dan is er ook steeds ruimte geweest voor moties of amendementen van alle partijen van de raad en liep dat niet langs de lijnen van oppositie en coalitie. Ik snap natuurlijk wel dat je als coalitiepartij dichter bij het bestuurlijke vuur zit en daardoor het makkelijker hebt om invloed uit te oefenen, maar die ruimte is er volgens mij zeker wel. Tot zover, voorzitter. Dankjewel, meneer Slomp. Zie ik dat mevrouw Driehuis ook voor de tweede ronde wil reageren? Ja, dankjewel, voorzitter. Kijk, ik ben nu goed verstaanbaar. Ik hoor mijzelf hier op rechts terug. Helder rapport, waardevol rapport ook. Ook blij dat het college de adviezen onderschrijft. Ik ga nu piepen, hoor ik. Oh jee. Ik weet niet wat er gebeurt, maar. Zijn wij dat? Of wij hebben allemaal het geluid uit. Dus, we gaan het even proberen. de adviezen die erin staan zijn helder. En ik denk ook gewoon goed in gezamenlijkheid, ook samen met college en ambtelijk apparaat op te pakken. Ik denk dat dat ook nodig is om juist een visie op een aantal punten te krijgen. Wat ik al aangaf, ik ben blij dat het college ook de adviezen onderschrijft. En open staat om daar samen met de raad naar de discussie over aan te gaan. En ik denk dat we daar eerste stappen ook al voor gezet hebben. Wel belangrijk inderdaad om die strategische agenda aan te sluiten op die PNC-documenten. Daar blijken dus nog wel wat onduidelijk in te zitten. Dus wel de oproep om dat op korte termijn toch eens op te pakken. En misschien ook wat Joop Slomp al aangaf. Gewoon jaarlijks te evalueren en bij te stellen daar waar dat nodig is. En wij kunnen ons ook wel vinden inderdaad in die fysieke behandeling van die kaderbrief. Want het is wel handig om ook daarin elkaar te zien. De body language te zien en ik denk dat het voor de behandeling van de kaderbrief wel een stuk helder zou zijn. Maar goed rapport. Prima. Ja, dank al voor de bijdrage en de fysieke bijeenkomst. Die geluiden horen steeds meer. Dus als het veilig kan, moeten we er zeker eens kijken wat de mogelijkheden zijn. Ik zie hier nog staan dat mevrouw Vissering van de VVD nog wil reageren. Ja, dank u wel, voorzitter. De VVD is ook blij met het rapport van de Rekenkamercommissie en is ook zeker van mening dat verbindend besturen niet iets is wat vaststaat, maar wat eigenlijk voortdurend in ontwikkeling is.
We vinden het wel een beetje jammer dat, ja, dat de bevindingen nu op deze manier aan het licht komen. We zijn al 6 jaar bezig met verbindend besturen. En ja, wellicht hadden we deze ja, conclusies, zeg maar, misschien wat, als we daar wat eerder mee aan de gang waren geweest, was voor ons, hadden wij wel fijn gevonden. Maar goed, daar leren we denk ik weer met elkaar ook van. Dat is ook verder geen enkel probleem. Ik ben heel blij met de antwoorden op mijn vraag ook inderdaad. En dat er ook zo over gedacht wordt. Dat inderdaad het beleid waar het vandaan komt. Of dat nou vanuit de coalitie of vanuit de oppositie is. Of voorstellen die gedaan worden. Dat daar in ieder geval ruimte voor is. Tot zover. Dank u wel. Dank je wel. Ik zie hier staan nog op het lijstje Jerry Stoker plus 1. Wil het zeggen dat je wil reageren of is dat een ongelukje, Jerry? Plus 1. Een ongelukje zeker? Nee, voorzitter, het was geen ongelukje, maar het was volgens mij een reactie op wat Joop Slomp zei over de fysieke behandeling. Oké, uitstekend. Dan heb ik hier nog staan de heer Soppen van BBC 2014, die wil nog een reactie geven. Ja, dankjewel, voorzitter. Nou ja, het meeste is al gezegd. En wij zijn ook blij met het rapport van de Rekenkamercommissie. En wij sluiten ons eigenlijk volledig aan bij wat de heer Slomp van de PvdA heeft gezegd. Daar wil ik het bij laten. Okay, dankjewel. En dan heb ik hier nog mevrouw Katerberg wil een opmerking maken van het CDA. Ja, het lijkt me toch wel goed dat we iets concreets afspreken over die strategische agenda. Dat we toch echt wel een datum weten van wanneer komt dat overzichtelijke lijstje. Ja, staat genoteerd. Ik denk dat ik iedereen gehad heb. Is er nog iemand die nog in die tweede ronde die ik overgeslagen heb? Volgens mij is iedereen die dat wilde aan bod gekomen. Ja, dan wil ik even rond. Sorry, voorzitter. Ja. Ja, de strategische agenda staat genoteerd. Maar wat staat er dan genoteerd? Wanneer krijgen we dat helder? Wat van jou? Wat ze. Met. Mag ik nog wat zeggen, voorzitter? Zegt u maar even. Nou, misschien is het goed om dat even mee te nemen naar het seniorenconvent. Ja, juist. Volgens mij op zich zou een logisch moment om die tegen de agenda jaarlijks te actualiseren bij de begroting zijn. Maar ik denk dat het goed is dat we dat ook even met het college, of met de vertegenwoordiger van het college in het seniorenconvent afstemmen. Ja, lijkt me ook een goed plan. Kunt u daarin vinden, mevrouw Katerberg? Ja, prima. Oké. Dan denk ik dat we alles gehad hebben. Ik zie ook geen meer staan op mijn lijst. Ik concludeer als ik zo rondkijk dat het een hamerstuk mag worden. Is het iedereen daarmee eens? Ja? Ja. Dan stellen we vast dat het een hamerstuk wordt in de volgende raadsvergadering. En dan wil ik de heren Roel de Boer en Mark Rauw hartelijk danken voor hun aanwezigheid. Ja, sorry dat het wat later is geworden, maar ja, het zijn grote stukken, dus het kan even duren. Dan. Dank je voor. Dank. Okay. Ja, tot ziens, heren. Dan kom ik aan agenda punt 9. Betreffende het voorstel van het college van burgemeesters en wethouders in zaken concept restregio Drenthe. En we gaan weer beginnen met de vragenrondje eerst. Dus even kijken op de lijst. De heer Heling, die heb ik bovenaan staan. Gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Een vraag aan de portefeuillehouder. Hoe groot is de opgave die we nog moeten doen als alle vergunde projecten zijn afgerond? En de tweede vraag. Is er een mogelijkheid voor burgerparticipatie in het project Zonneroute A37? Ik geef het portefeuillehouder hierover het woord. Dank u wel, voorzitter, om met die laatste maat te gaan beginnen.
Het proces A37, de zonderoute, dat is een van de zeg maar nieuwe projecten die op stapel staat, hoewel die al een tijdje loopt. Maar die valt dus onder de voorwaarden zoals die in het klimaatakkoord is afgesproken, zoals we hem ook weer in deze res herhalen. En dat is dat er zowel in proces moet er participatie zijn. Nou, daar zijn we ook druk mee bezig. Daar hebben we inmiddels ook bijeenkomsten voor plaatsgevonden. Voordat er fysieke bijeenkomsten niet meer mogelijk waren. En bijvoorbeeld allerlei afspraken over financiële participatie, die gelden daar ook gewoon voor. Dus daar geldt ook de 50% projectparticipatie of financiële participatie voor. Dus dat zal zeker daarbij moeten gaan gebeuren. Nou, zoals u als raad weet, speelt dan nog iets extra's. En dat is namelijk met name rondom Klaverblad Holsloot er een werkgroep Klavertje 4 Holsloot is. Waar een aantal dorpen rondom dat Klaverblad samen bezig zijn om daar van alles te gaan doen. Nou, dat is met name ook eentje waar volgens mij nog een hele mooie opgave ligt. Die willen eigenlijk wel meer dan de 50%. Die willen het liefst alles gaan doen. En we hebben al aangegeven dat wij dat zeer zien zitten. En we hopen dat we dat van de grond kunnen gaan krijgen. Dan de eerste vraag van de heer Heling. Dat ging over de opgave die ons nog resteert. Ja, in de vraagstelling zit al opgesloten dat we natuurlijk niet bij nul beginnen. Maar dat we al zowel qua windenergie als qua zonneparken al behoorlijk wat aan het eind van de pijplijn richting realisatie hebben in Coevorden. Dus de opgave die wij nog hebben, straks onze zeg maar ambitie, dat gaat ten eerste over ons aandeel zonneroute A37. En in de tweede plaats gaat dat over zon op dak. En voor de rest hebben wij richting de tijdsperiode waar deze rest over gaat, dus dat is tot 2030, dan hebben wij gewoon aan onze opgave al voldaan. We hebben natuurlijk nog wel een mooie lange weg te gaan. Willen wij in 2040 ook echt energie-neutraal zijn, zoals in de duurzaamheidsnota staat. Dank u wel, meneer Huizing. Voldoende beantwoord, de Heerling, denk ik. Ja, oké. Ik heb hier staan de heer Soppe van BBG 2014. Maar dan. Ja, dankjewel. Dankjewel, voorzitter. Ook een aantal vragen over de RES. En ja, het is een voorgesteld besluit om kennis te nemen van dit concept. Maar wat ons opviel, de bijdrage die de gemeente Coevorden levert aan de bijdrage die Drenthe moet leveren. 28%. Als ik dat vertaal naar 12 gemeenten evenredig verdeeld, dan zou je per gemeente ongeveer 8,5% moeten doen. En wij hebben al als gemeente Coevorden 28%. En ook landelijk gezien, heel Drenthe gaat 10% voor zijn rekening nemen. Terwijl als ik dat over 30 regio's evenredig verdeel, zou dat geen 10%, maar 3,3% zijn. Dus eigenlijk de vraag is, waarom moet Drenthe een substantieel veel groter aandeel doen? En waarom gaat Coevorden een substantieel veel groter aandeel doen dan de andere Drentse gemeenten? Dat is de eerste vraag. Ik weet niet of de wethouder eerst dit wil beantwoorden of dat ik mijn andere vragen eerst stel. Het mag van mij, voorzitter, ook wel vraag voor vraag. Dan kunnen we vraag gewoon voor vraag. Denk ik meteen. Ja, dat lijkt mij de handigste, als u het goed vindt. Oké, want ik heb nog een paar vragen hierna, maar dan doen we eerst de beantwoording van deze. Ja. PVS, dan weten we dat die in ieder geval nog komen. Nee, op zich een hele logische vraag. En dat is volgens mij een van de grote discussiepunten steeds als het gaat om de RES. We hebben een aantal regio's die als je niet uitkijkt naar elkaar gaan kijken. En elkaar vooral de maat gaan nemen. En we hebben binnen die regio's ook nog weer gemeenten die ook diezelfde werkwijze kunnen gaan doen. En daar hebben we eigenlijk in een van de eerste bijeenkomsten die we als gemeente in Drenthe, in de rechtsregio Drenthe hebben we al gezegd van ja, we kunnen nou heel erg gaan focussen op een getal wat er moet komen. Maar iedere gemeente voor zich heeft gewoon zijn eigen doelstellingen. En die gaan allemaal over energie neutraal. En dan het jaartal verschilt wat volgens mij
Zijn sommigen al richting 2030 dat ze dat willen en anderen willen dat in 2050. Nou, wij dus 2040. Dus daar hebben wij vooral die focus op gelegd. We waren natuurlijk al lang voordat er überhaupt gesproken werd over een race, waren we in Coevorden bezig met onze eigen bijdrage aan een duurzame energievoorziening. Dus volgens mij moet je niet heel erg gaan focussen. En volgens mij behoren ze dan gelukkig prijzen, want dat betekent dat wij op weg naar onze energieneutraliteit in 2040 al grotere stappen hebben gemaakt dan de sommige andere gemeenten misschien. En dan denk ik dat we in ieder geval, als je dan toch wilt gaan vergelijken, dat we keurig kunnen zeggen dat we ons zeker niet hoeven schamen voor onze hele mooie bijdrage die we nu al leveren. Oké, okay, uitgebreid antwoord, meneer Soppe. Volgende vraag. De wethouder had het net over nog twee ambities, hè? De zonneroute en zon op dak. En zon op dak, daar kwam ik wel wat tegen, want in het raadsvoorstel staat dat we zon op dak nog 0,013 terawatt willen verwezenlijken. Of dat is, laat ik het zo zeggen, de ambitie. Als ik dat vertaal naar hoeveel vierkante meter dakoppervlak, dan kom ik ongeveer uit op 85.000 vierkante meter voor 0,013. Nou, ik heb niet berekend hoeveel dakoppervlak we hebben en ik heb ook geen idee of die ambitie te hoog is. Maar wethouder, wat ik wel tegenkwam, in het conceptres, er staat niet 0,013, maar er staat 0,13. Als ik dat vertaal, is dat 10 keer zoveel en dan zou dat 850.000 vierkante meter dakoppervlak zijn. Dus er zijn twee tegenstrijdigheden. In het raadsvoorstel 0,013 en in de conceptres, dat kunt u vinden op bladzijde 42 en op bladzijde 93 van het concept, daar staat twee keer 0,13. En we hebben dat al een keer eerder bij de hand gehad, dat er een foutje in stond en daardoor ook verkeerde optellingen. Ik verwacht, wethouder, dat de ambitie 0,013 is en niet 0,13. Omdat 0,13 lijkt me wel een hele hoge ambitie. Maar het staat wel in de conceptres. Dus volgens mij staat het daar fout in. En ervan uitgaande 0,013 terawatt, dus plus minus 85.000 vierkante meter dakoppervlak. Dat moeten we weghalen bij particulieren en bij bedrijven. Alleen die kunnen wij niet verplichten. Welk middel wil dan de wethouder inzetten om die particulieren en die bedrijven om toch deze ambitie te realiseren? En ik weet dat voor particulieren hebben we die zonnelening. Voor bedrijven gaan we daar nog een ander middel in zetten, dat die echt participeren in dakoppervlak. Maar mijn eerste vraag is dus die 0,013 of 0,13. Ja, welke is goed? Ik ga ervan uit dat 0,013 goed moet zijn, want anders lijkt me de ambitie ontzettend hoog gegrepen. Dus misschien dat de wethouder eerst daar een antwoord op kan geven. En mijn tweede vervolgvraag dan over dat dakoppervlak is van welk middel zou de wethouder willen inzetten om die bedrijven met name te stimuleren? De wethouder krijgt gelegenheid hiervoor. De heer Soppe heeft gelijk in zijn conclusie dat er een behoorlijk forse ambitie ligt. En overigens 0,013, dan zouden wij volgens mij in het staatje van Drentse gemeente veruit onderaan bungelen. Het idee is wel degelijk om dat 0,13 te gaan doen. En dat is namelijk een kwart van het beschikbare grote dakoppervlak. Als de heer Soppe stelt van ja, dat is heel mooi, maar daarvoor zijn we afhankelijk van anderen, heeft hij daar volledig gelijk in. Dat kunnen we niet zelf gaan doen. Daar hebben we gewoon de medewerking van anderen hebben we daarvoor nodig. En wat wij daar aan willen gaan doen, concreet hebben we dat nog niet. We hebben bijvoorbeeld gezien in onze buurgemeente Emmen hebben ze een redelijk succesvol project op dit gebied al gedraaid. En we hebben de afspraak gemaakt, omdat we eigenlijk met alle Drentse gemeenten wel vinden dat het belangrijk is om juist dat zon op dak, grootschalig zon op dak, om dat te gaan stimuleren ook.
hebben we al gekeken van hoe kunnen we nou elkaar daar ook wat opzoeken met een provincie er ook bij. En gewoon gezamenlijk eens kijken van hoe kunnen we nou die ambitie die in heel veel gemeentes behoorlijk fors is, hoe kunnen we daar handen en voet aan geven. Dus ik kan nog niet heel concreet antwoorden wat we gaan doen. Maar daar zullen we zeker op redelijk korte termijn ook met z'n allen over in gesprek gaan. Hoe wij daar het bedrijfsleven misschien wel bij kunnen gaan helpen om dat te gaan doen. Dank u. De heer Soppen, nog vervolgvragen? Of is het voldoende? Nee, ik heb nog... Sorry, ja, ik ben verstaanbaar, ja. Hè? Ja, zeker. Ja, dan wachten we welk middel we gaan inzetten om dat te realiseren voor de dakoppervlak. Dat zien we dan wel tegemoet. En eigenlijk mijn laatste vraag is... Er kan in 2030 een knelpunt ontstaan met die hoogspannings- en middenspanningsstations. Dat staat er ook in. We moeten 10 uitbreiden. En volgens mij wordt er bij de Krimweg Coevorde wordt al uitgebreid. Maar er moeten 10 uitgebreid worden en er moeten 5 bouwen. Ziet er daar nog problemen? Is dat al wel zover in de pijplijn dat die 10 uitbreidingen al in gang gezet worden en die 5 nog nieuw te bouwen, of dat ook al in de pijplijn zit? En of bijvoorbeeld gemeente Coevorde bijvoorbeeld nog een nieuw station erbij krijgt? Dat is mijn laatste vraag trouwens. Meneer Huizing, de laatste vraag. Nee, daar is voorzitter nog geen concreetheid in wat er nou precies gaat gebeuren. Wat we wel aan het doen zijn, is op dit moment samen met Enexis en Tennet en de gemeente Emmen ook kijken van wat zou nou een geschikte locatie zijn voor een nieuw 380 kV-station. En dat is inderdaad de grootste stations die we hebben als het gaat om de hoogspanning. Om inderdaad ook ervoor te zorgen dat we niet alleen nu nog voldoende de energie ook kwijt kunnen en kunnen transporteren, maar dat ook in de toekomst kunnen. Dus daar wordt op dit moment die gesprekken worden gevoerd. We hebben met z'n allen gezegd dat we toch vooral een objectief kader moeten gaan hebben om daar de beste plek voor te gaan zoeken. Ik hoop dat we daar ook op behoorlijk korte termijn met u van raad over van gedachten kunnen wisselen of dat een locatie is bij ons of bij onze buren. Oké, dank voor de beantwoording. Ik zie de heer Soppen ja knikken, dus ik denk dat hij tevreden is met de beantwoording. En dan heeft de heer Heling, CDA, nog een vraag aan u te stellen. Dan geef ik het woord hierbij. Nee hoor, dat heeft u mis. We hebben geen vragen meer. Oké, dat schiet lekker op. Dan gaan we naar de heer Gilbert Mulders van PvdA. Die heeft nog vragen, staat hier. Die geef ik het woord. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. We hebben een voorstel gekregen om concept RES kennis van te nemen. En een van de punten die uitvoerig beschreven is dat maatschappelijke betrokkenheid is van groot belang voor het slagen van de RES. Nou, het raadsvoorstel gaat behoorlijk in op governance, maar hoe wij onze koevorenaren. Hij is de enige die stilstaat. Niet alles staat stil? Nee, ze bewegen allemaal, alleen hij staat stil. Is Gilbert? Gilbert left. Gilbert is even left. Die komt misschien zo terug. Ik ben er weer. Oké, dan gaan we door met jou. Goed zo. Gilbert. Ik weet alleen niet, wat was het laatste wat jullie gehoord hebben? Pak maar even een klein stukje terug. Governance. Nou ja, governance is genoemd in het raadsvoorstel. Ja. Maar ik miste... een stuk hoe wij onze inwoners, onze koevorenaren gaan betrekken. En dat is juist zo belangrijk. Recent mochten wij van de Griffie ook een onderzoek van Lex Nova ontvangen.
dat in opdracht van de Staten is uitgevoerd. Ik zou wel van de portefeuillehouder willen horen hoe die dat wil gaan oppakken, het betrekken van onze inwoners. En welke rol onze raad daarbij heeft. Dat is mijn eerste vraag. Ik heb er hierna nog twee, maar eerst vraag één. Zullen we deze eerst laten beantwoorden? Anders raak ik het zoek. Meneer Huizing. Een hele logische vraag, voorzitter. En het antwoord is misschien nog wel logischer. Want uiteraard alles wat daar staat over het belang van het meenemen van inwoners, dat klopt. Alleen zoals we eerder al met elkaar gedeeld hebben, en volgens mij was dat de vraag van de heer Heling. Wij zijn in Coevorden, zijn we op dit moment al zover dat al die grootschalige zonprojecten die we in het eerste deel van de rest moeten gaan doen, en die ook in onze eigen beleidsregel hebben gezegd, de grootschalige windprojecten, die hebben we al ingevuld. Dus voor ons is die vraag op dit moment helemaal niet relevant of wij nog weer richting inwoners gaan om voor dit deel van de opgave wat te gaan doen. Uiteraard hebben we ook al geconstateerd, we zijn er straks nog niet. Maar daar hebben we volgens mij veel minder haast mee. Ik denk dat de vraag die de heer Mulder stelt, dat die heel relevant nog is voor de A37. En eigenlijk ook alweer wat minder relevant is voor zon op dak. Want dat is vooral iets waar de eigenaar van het dak wat mee moet. En ik denk dat het daar veel minder logisch is om ook een omgeving heel erg mee te gaan nemen. Behalve misschien door de eigenaar van het dak om te kijken of zij ook op enige manier willen participeren daarin. Want dat kan de uitvoerbaarheid van zo'n project kan het nog wel helpen. Maar ja, het antwoord is dus gewoon ja, het is belangrijk. Alleen door de stappen die wij inmiddels al hebben gezet, is het voor ons gewoon nu even iets minder aan de orde. Maar zal het ongetwijfeld in de toekomst nog wel weer gaan komen. Ja, duidelijk antwoord. De volgende vraag, meneer Mulder. Ja, ik kan me ook redelijk vinden in het antwoord van de portefeuillehouder. Ik denk wel dat wij in het zon op dak, dat we daar zeker ook in gesprek over moeten gaan met onze inwoners. En dan kom ik direct bij mijn tweede vraag. Dat ik wel mijn zorgen heb over hoe gaan we dat doen bij de mensen met de kleinere portemonnee. Die elke investering in energie als eigenlijk te veel zien. Want dat geld hebben ze niet. Ze zijn er blij dat ze hun maandelijkse hypotheek kunnen betalen. Dus hoe gaan we daar een bijdrage aan leveren? Hoe gaan we dat vorm geven? Juist bij de mindere bedeelden in onze gemeente. Nou, de vraag is duidelijk, de heer Huizing. Ja, en deze vraag die moet volgens mij ook absoluut aan de orde komen. Dat is alleen niet een vraag die binnen de rest valt. Want de rest gaat echt